De vijfde lezing van het Nationale Informatie Instituut, afgekort NII, was druk bezocht. De lezing stond in het kader van de herdenking van de Dag der Bevrijding en Vernieuwing op dinsdag 25 februari aanstaande. De inleider was Ivan Granoos, gewezen minister van Leger en Politie, voormalig chefstaf van het Nationaal Leger en voorzitter van de Nationale Militaire Raad. Goedenavond samen. Welkom bij de vijfde lezing van het Nationaal Informatie Instituut in het kader van 40 jaar Dag van Bevrijding en Vernieuwing, ook bekend als RIFO-dag. De naam is Gretel Blokland, getrouwd Patricie, en ik ben vanavond de moderator. Voordat we officieel van start gaan, wil ik alle ministers welkom heten, DNA-leden, genodigden en overige aanwezigen op deze mooie avond. Het belooft een interessante lezing te worden. Ik vraag u om plaats om op te staan voor het Nationaal Volkslied, uw hoofddeksels af te doen indien u die op heeft, en ik nodig dan Nagesa Uitenwerf uit om voor ons het Nationaal Volkslied aan te kondigen. God zij met ons, Suriname, hij verheft ons heerlijk land. Hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Werkend houden we recht en waarheid maken vrij. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waardij. O Pocondre, so peta tako mapa we museti kon drebu strede strewi no saprede gado de Dank u wel, Nagesa. U mag plaatsnemen. Ik wil nu uitnodigen de directeur van het Nationaal Informatie-Instituut, de heer Clifton Limburg. Dank u wel, Gretel Blokland. Dames en heren aanwezigen, laat me goed kijken in de zaal, want ik moet niemand missen. Alvast, mijn verontschuldigingen voor mijn vrijwel griebelige stem. Ik heet welkom de heren ministers, de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, in het bijzonder vanavond. De leden van de groep van 16, voormalige NMR-leden, voormalige ministers, kameraden die hun schouders onder het werk hebben gezet, 40 jaar terug, die op hun eigen wijze hun bijdrage geleverd hebben. Ik heet ook welkom alle directeuren,
alle andere hoogwaardigheidsbekleders. Mijn hoop niet vergeten ons maar. Mevrouw Granoos. En alle anderen. Nogmaals, er is een waar genoegen om u hier te hebben bij de vijfde lezing van deze jonge organisatie. Wij hebben gemeend om meer vorm te geven aan ons werk en los van persberichten en programma's en persconferenties en noem maar op, ook een bijdrage te leveren aan de vorming van onze jongeren, maar ook om middels het organiseren van lezingen meer informatie te geven over de geschiedenis van dit prachtig Zuid-Amerikaanse land Suriname. We zijn begonnen in 2017, een paar maanden na de proclamatie van het Nationaal Informatie Instituut. En toen hebben we aan de heer Winston Caldera gevraagd om zijn licht te laten schijnen over onze onafhankelijke republiek. Ik weet niet in hoeverre meneer Caldera in de zaal is. Ik wil al deze broeders die ons ook natuurlijk hebben ondersteund, welkom heten. Meneer Caldera, welkom. We hebben zijn bijdrage gehad op 27 november, meen ik te weten, 2017. En vervolgens hebben we ter gelegenheid van de Dag der Bevrijding een paar maanden daarna in 2018 de heer Henk Hermberg gevraagd. Die is er ook. Geweldig, dankjewel. Meneer Henk Hermberg gevraagd om in 2018 de informatie te geven over de Dag van de Bevrijding, de Dag van de Revolutie. Daarna hebben we een derde lezing voor u voorbereid. En wanneer u wilt praten over de arbeidsprocessen in dit land, dan denk je dat er maar één man is die in aanmerking komt om dat verhaal eigenlijk goed uit te leggen. En dat is de minister van Arbeid die hier zit, die dus de inleider was op de derde lezing. Minister Mustadja, welkom. En de laatste lezing was eveneens in 2018, waarbij ambassadeur Lal Mohammed, Anwar Lal Mohammed, die nauw betrokken was bij de voorbereidingen van onze onafhankelijkheid in 1975. Ambassadeur Lal Mohammed heeft toen de vierde lezing verzorgd. En nu zijn we op het punt beland om wederom aan de vooravond van de beleving, aan de vooravond van de herdenking van de Dag der Vrijheden, een lezing te organiseren. En we hebben aan de voormalige minister van Leger en Politie en van Cultuur, ik meen ook te weten, chef, staf, lid militair gezag, Ivan Granoos, zien we inderdaad ook vanaf 80 op de televisie als Jim Boy. En hij was erbij en samen gaat hij dus vanavond met ons een paar zaken de revue laten passeren. Dat is de bijdrage die het Nationaal Instituut wenst te leveren. Het is een moeilijke tijd. Ik wil u allen die ons de ondersteuning geven vragen om de ingeslagen, om het ingeslagen pad te vervolgen. Blijft u ons kritisch volgen. We zullen natuurlijk fouten maken along the way. Maar zoals ik het zei aan het begin, we zijn een lerende organisatie. En wanneer het ons lukt om die dingen die wij eigenlijk verkeerd hebben aangepakt in ons werk te corrigeren, dan weet ik zeker dat de organisatie zal uitgroeien tot één waar wij dus met volle tevredenheid naar zullen kijken. Ik zou heel lang nog willen praten, dagelijks doe ik dat 2 uren lang. Maar hier moet je je houden natuurlijk aan de instructies van de organisatie. Dus ze hebben me gevraagd, mevrouw Timpico, om maar 5 minuten te praten. Maar ik denk dat ik eigenlijk de meest belangrijke dingen heb gezegd.
Ik wil u een genoeglijke avond toewensen. En ik wil u vragen om na de inleiding, want de zaak is goed ingebouwd. We hebben een vragenronde na de presentatie en alles wat er nog bij komt kijken. Maar aan het eind wil ik u wel vragen, we hebben een paar verrassingen voor u eigenlijk klaargezet. En na de lezing hebben we natuurlijk graag dat we bij elkaar blijven onder het genot van een hapje en een drankje. Dat we tagatori over Arefo. We tagatori over de geest van dit proces. Want laten we niet vergeten, als die Arefo er niet was, waren sommigen of zaten sommigen van ons niet hier. En die Arefo heeft eigenlijk de weg geplaveid voor ons om een paar zaken te doen. Er is ons niet altijd gelukt. Wat we helaas hebben laten liggen is dat we niet zo vaak hebben geschreven, dingen hebben vastgelegd. Maar het komt goed. Laten we alvast middels deze structuur proberen om te corrigeren waar wij dus in de fout gegaan zijn. Ik wil u een bijzonder mooie avond toewensen, een leerrijke avond toewensen. En ik kijk uit ook wat naar uw bijdrage later op de avond. Ik wil nu uw onverdeelde aandacht vragen voor een van onze medewerkers die ook zijn bijdrage heeft achter de schermen, Miguel Kusner. Dank u wel. Dank u wel, directeur Limburg. Dames en heren, ik ben Miguel Kusner achter de schermen namens het NII. De inleider voor hedenavond bij deze vijfde NII-lezing is de heer Ivan Frank Granoost. Ivan Granoost, meer bekend als Granji, zag op 18 maart 1952 het levenslicht. Zijn vroege kinderjaren heeft hij beleefd in de districten Paramaribo, Nikeri, Saramaka en Marowene. Zijn vader was onderwijzer en daarna belastingambtenaar die vanwege zijn werkopdrachten naar de diverse districten werd gedetacheerd. Na het lyceum vertrok hij in 1972 naar het buitenland voor verdere studie. In 1975 keerde hij samen met collega's terug naar Suriname voor de opbouw van de geproclameerde onafhankelijke republiek Suriname. Granoost begon zijn carrière binnen het leger bij de verbindingsdienst. De Surinaamse krijgsmacht startte met een opleiding voor de officieren en onderofficieren. Granoost solliciteerde voor de officiersopleiding en nadat hij die voltooid had, werd hij uitgezonden voor verdere vorming. Zijn specialisatie was communicatiemanagement. Hij studeerde af aan de officierscentrum opleiding speciale diensten. Na zijn studie werd hij hoofd van de verbindingsdienst. In de avond van de machtsovername op maandag 25 februari 1980 werden de officieren opgeroepen zich op dinsdag, de volgende dag, 26 februari 1980, aan te melden in de Mimrebuku-kazerne. Granoost werd samen met andere collega's in een bus vervoerd naar een ander militair object. Kort voordat de bus de kazerne zou verlaten, werd hij door een militair in kennis gesteld dat hij zich moest aanmelden bij de sergeant-majoor Bouterse. Hij stapte uit de bus en werd ontvangen door de sergeant-majoor Bouterse, die hem vroeg om ondersteuning in het nieuwe proces. Vanaf dat moment was Granoost nauw betrokken bij dit vernieuwingsproces. Hij was onder andere voorzitter van de Nationale Militaire Raad, NMR, commandant van de luchtmacht, commandant van de militaire politie, chefstaf van het Nationaal Leger, waarnemend bevelhebber in 1990 bij de telefooncoup, lid van het militair gezag, voorzitter van de Financieel-Economische Commissie, minister van Cultuur en minister van Leger en Politie. Thans is Granoost adviseur van de president van de Republiek Suriname. Dames en heren aanwezigen, namens het Nationaal Informatieinstituut, het NII, vraag ik u onverdeelde aandacht voor de inleider hedenavond, de heer Ivan Granoost. Goedenavond. Ja, u hoort het, ik heb de griep. Dus yo hiero un frustu frustu stenti de neti. Eigenlijk heeft die jonge man me een beetje van mijn programma gehaald. Hij heeft een deel van mij in
inleiding, mijn aankondiging gedaan. En ik wil u nu vermoeien. Ik moet geschiedenis vertellen. En geschiedenis is het vak waar altijd mensen willen slapen. Nadat de militairen de macht hadden overgenomen dus, en ik mij volmondig ja aan Bouterse had gegeven, sergeant-majoor Bouterse, startte ik met mijn werkzaamheden. Heel belangrijk voor ons allen hier in de zaal is om vast te houden een paar zaken. Ik zal u zeggen wat vooral belangrijk is. De macht werd overgenomen door 16 jonge, vaderlandslievende militairen. 16 helden die op een gegeven moment hun leven riskeren om een ommekeer te brengen in de gang van zaken die ons land naar de afgrond leidde. Toen de overname gepleegd is, was het eerste land in de wereld dat die machtsovername erkende, het Koninkrijk der Nederlanden. Vergeet u dit nooit. Nederland is het eerste land dat die coup erkende. No vergeet u. Maar voor we verder gaan, wil ik u vragen op te staan. En ik wil 1 minuut stilte vragen, omdat we weten dat in het proces van 40 jaar er aardig wat, elk leven is er 1 te veel, mensen hun leven hebben gegeven. En ik wil ze erkennen door u te vragen met mij 1 minuut stilte in acht te nemen. Neemt u plaats. Ik heb u dus daarnet verteld dat het eerste land dat de machtsovername ondersteunde, Nederland was. Ik adviseer u ook om ervan uit te gaan dat in de internationale opinies het idee bestond dat de doorsnee Nederlandse en meer in het bijzonder de Nederlandse academici in het Koninkrijk der Nederlanden, Suriname, de Surinaamse geschiedenis en de gang van zaken in Nederlands ex-Wingewest Suriname beter kende dan de Surinamer zelf en ook meer dan welk ander land dan ook. Dit moet u ook in uw geheugen prenten. Laat me dan teruggaan naar de Sranang-realiteit. Na de toezegging aan Bouterse werd ik ingezet
om te helpen na te gaan wat er in de beginnen op militair gebied gedaan moest worden om het is nieuw. Je hebt plotseling een heel land. Je moet dat land regeren. En je moet een leger met enthousiaste militairen ook nog controleren. Maar voordat ik verder ga, ik hoor de klif in de verte enkele namen noemen. Herrenberg, Caldeira, Mustaja en Lal Mohammed. Deze vier heren hebben, net zoals ik vandaag hier sta, ook een bijdrage geleverd aan het NII-programma met betrekking tot Suriname na 25 februari 1980. Het is goed om al deze informaties, deze vertellingen tot u te nemen. Ik, Ivan Granoos, kan getuigen dat vanaf dag 1 ons leger werd heringericht naar het vermogen dat de militaire leiding in die dagen had. De militaire leiding was open, we waren transparant en we betrokken de burgers bij discussies en besluitvorming. Ons nationaal leger werd geboren. Ons eerste kabinet had deskundigen binnen de gelederen die waren gerecruiteerd uit de NPS, de VAP, de KTPI, personen die behoorden tot de intussen uit elkaar gevallen PNR, mensen van de Volkspartij en zo kan ik doorgaan. Zo goed als alle politieke partijen van voor 25 februari 1980 waren in staatsorganen vertegenwoordigd. In principe waren ook alle districten toen ergens in het beleid betrokken. Terugkomend op 25 februari 1980, nodig zodat die tek kondre. Dan odem sorfa de draya kondre, jompo teka taki anonex, im tahanga was de vis. We moesten werken om dit land naar een hoger niveau te verheffen. En de militairen, in samenspraak natuurlijk met vele adviseurs, burgers, hebben twee documenten gebruikt om hun visie over hoe gaan we dit land ontwikkelen te poneren. Het eerste document was het Surinaams volkslied. Een volkslied voeno. Er zit zoveel kracht in, zoveel waarheid in. En tegelijkertijd geeft het ons aan wie we zijn en wat van ons als Suranamang verwacht wordt. Dat is ons volkslied. Het tweede document is het document dat heet het Manifest van de Revolutie. En ik wil u enkele belangrijke pijlers van dit manifest voorhouden. En ik wil daarom citeren uit de regeringsverklaring van 1 mei 1980, Arbeidersdag, op bladzijde 24... van de regeringsverklaring, en ik citeer, staat
De toekomst van dit land ligt in onze handen. Stel u in slagorde op om schouder aan schouder met uw regering te arbeiden aan de vernieuwing van dit land. De opdracht is duidelijk. Vernieuw de bestuurlijk-politieke orde. Vernieuw de sociaal-maatschappelijke orde. Vernieuw de sociaal-economische orde. Vernieuw de educatieve orde. Help mee aan de geboorte en de ontwikkeling van de nieuwe Surinaamse mens. Dien het volk. Einde citaat. Vandaag bij 40 jaar 25 februari 1980 zeg ik op deze datum van 19 februari 2020 bij de verdere ontwikkeling van onze soevereine Zuid-Amerikaanse natie. We hebben ons namelijk in elke sector significant ontwikkeld dan de stand van zaken zoals die was op 25 februari 1980. Toen mij recent gevraagd werd door Cliff Limburg om een bijdrage te leveren in de vorm van een lezing, heb ik een paar dagen de tijd gevraagd. Deze tijd was nodig voor mezelf om na te gaan in hoeverre het mogelijk zou zijn om 40 jaar Revo in 60 minuten te gieten. Toen ik na wikken en wegen een voor mij aanvaardbaar model had, want het kan voor mij aanvaardbaar zijn, maar vooral belangrijk is dat het voor u acceptabel is dat u, wanneer u weggaat hier vandaag, dat u iets meeneemt. Wikken en wegen, toen ik dat door had, heb ik aan Cliff gezegd, let's go for it. Als uitgangspunt gebruik ook ik de regeringsverklaring van 1980. Omdat daarin puntsgewijs is aangegeven wat de toekomst van Suriname zou inhouden. En ik ga u slechts enkele van de actiepunten van deze regeringsverklaring inhouden. Een heel dun boekje met eigenlijk haarscherp wat de problemen zijn en wat we moeten doen en hoe we de Surinaamse mens moeten mobiliseren om Suriname te verheffen tot grotere hoogte, naar grotere hoogte. Die ellende was zo groot op dat moment dat het niet anders kon. En het eerste punt in de regeringsverklaring, wanneer het gaat om sociaal-maatschappelijke activiteiten, was het uitbetalen van zowel de AOV als de kinderbijslaguitkeringen van voor 1980. We zullen ze allemaal inlopen, was de regel. We zullen de leeftijd van de mensen die die AOV ontvangen terugbrengen van 70 naar 65 jaar. Ik ben daar blij om, dan dat ik kies AOV. Anders moest ik nog een paar jaar wachten. We zouden een ziektekostenregeling maken ten behoeve van landsdienaren en minder draagkrachtigen tot stand brengen. Heel belangrijk, ik zie heel veel vrouwen hier. Ik hoef het bijna niet te zeggen, want ik ken heel veel oude gezichten hier. Een van de meest belangrijke wetten die in mijn
ogen gemaakt is hier in Suriname, is het opheffen van de handelingsonbekwaamheid van de Surinaamse vrouw. De mogelijkheid tot het verstoten van vrouwen zal tot het verleden gaan behoren. Er is geschreven dat we zouden beginnen met de bouw van 1000 volkswoningen en sleutelklaar opleveren aan de woningbehoeftigen. Er zal een aanvang gemaakt worden met de sanering van de krotwoningen in Paramaribo, waarbij door voor vervangende woonruimte zal worden zorg gedragen. Er zullen kredietfaciliteiten beschikbaar worden gesteld aan particulieren die in hun eigen woonbehoeften wensen te voorzien. Er zal gestart worden met de bouw van een brug over de Suriname rivier. We praten in 1980 over de bouw van een brug over de Suriname rivier en de Nikeri rivier. Het waterafvoersysteem van en rondom Paramaribo zou drastisch worden verbeterd. Eigenlijk begint u in de sfeer te komen, want u heeft langzaam meegemaakt dat er werd gewerkt aan het lenigen van alle noden die zich op dat moment aandienen. De Anton Drachtenweg is uit onze handen geslagen, maar die hele strip vanaf LVV naar verder hebben wij gemaakt, aangelegd met alle kapotte auto's, het ophalen van goten die honderden jaren niet waren opgehaald. En vandaag hebben een paar rijke lui de grond toegeëigend. De problematiek met betrekking tot watervoorziening rondom Paramaribo, het hele land. En ik kijk in de zaal en ik zie een mattie van me. En ik ben trots op hem. Want water, al heb je niets, water is datgene wat de mens leven geeft. Datgene wat de mens in leven houdt. En straks meer over water. En een aantal van de dingen die ik nu benoem, komen straks bij de vergelijking weer terug. We zullen een commissie benoemen die gaat werken aan een grondwet. We gaan het ambtenarenapparaat geschikt maken voor het functioneren voor Surinamers door Surinamers. We zullen de planwet na herziening operationeel maken. 1980, het Centrum van Industriële Ontwikkeling en Export zal nog dit jaar, dus 1980, operationeel worden gemaakt. Het centrum moet operationeel gemaakt worden, omdat in onze visie drijven op de bauxietkurk alleen geen optie was. We moesten de industriële ontwikkeling ter hand nemen. Ten behoeve van een slagvaardig delfstoffenbeleid zal onder andere een bauxietbureau worden ingesteld als instrument van beheer van de nationale hulpbronnen. Zullen de volgende wettelijke regelingen tot stand gebracht worden. Een boswet, een mijnwet, een wet uitgifte domeingrond. Asan Geersnik Theegawa examen. En terwijl ik die dingen oplees, dan krijg ik flashbacks omdat we al deze dingen daar invulling aan hebben gegeven. Het resultaat is niet uitgebleven. We hebben 26 zetels. De productie
in de land- en tuinbouwsector zal sterk worden opgevoerd door versnelde uitgifte van grond in de polders Groot Henaar, Tawayari, Karel François en Pomona. De export van groente en fruit naar Nederland en de omringende landen zal worden gestimuleerd. Voor een versnelde uitvoering van vastgelopen ontwikkelingsprojecten in land- en tuinbouw zullen parastatale instellingen worden ingeschakeld. Het leger zal thans ook worden ingezet bij verdere nationale ontwikkeling van Suriname. Olvers, de Nationale Militaire Raad trok het land in, het hele land. Overal waar er Stranamangs woonden, kwamen we en we hielden kroetoes, we bespraken problemen met de mensen, we registreerden alles en we kwamen dan terug naar Paramaribo bij de regering om af te stemmen. En wanneer we groen licht kregen, dan gingen we tot uitvoer over. Ik ga een paar voorbeelden noemen. We kwamen in weg naar zee. En de mensen waren blij, de militairen zijn er, er moeten zaken geregeld worden, gronden, bla bla bla. Maar een belangrijk ding dat speelde op weg naar zee, was dat delen van Suriname kiezen voor het cremeren van hun dierbaren. En het probleem was dat we een kleidam hebben, Fernandesweg, Kleisand, Fernandesweg, Udraising Farmaweg, tot het crematorium. Maar als het regent, probleem. En je weet, je kan niet wachten, omdat je moet binnen bepaalde tijd het vuur aanmaken. Zo'n probleem. Nadat de regering het had toegezegd, zijn we teruggegaan naar de mensen. En we hebben aangegeven dat het project is goedgekeurd en dat binnenkort de materialen komen. We kregen materialen en, hoe heet dat, opzichters. En ik vertel u, de bevolking, de plaatselijke bevolking, met een beetje ondersteuning van ons, geleid door de deskundigen, hebben in el tempo de Udraising Farmaweg, de Fernandesweg, betegeld. En het was voor ons een goede daad. Om bij vier boem. Maar zo ook, als je in Henaar aankomt, is het een en al ellende. Je moet oversteken de rivier en dan komt men met twee korialen aanvaren. En daarop moet je je auto maar zien te balanceren. En dan staan die Nigerianen om je te vertellen, je aan te moedigen om het te doen, want er zijn een aantal auto's in de rivier gevallen. Vandaag staat er een brug. En die brug staat er vanuit de communicatie die is geweest met die samenleving. Wanneer die brug er staat, hebben ze natuurlijk nog meer problemen. Want die weg, de Ataula-weg heet het vandaag, was ook een tokotokopassie. En als het regent en er is seizoen, dus de machine go-kong, dan moet je tractor, gaat je auto wegslepen. Want jij zit vast. Ik voet Natjal. Die weg hebben we op dezelfde manier betegeld. En ik herinner me nog, ik vertel het verhaal vaak. Die tegels die gebruikt zijn,
die bestaan nog steeds. Het waren heel goede tegels van het bedrijf ASW Beton gevestigde Apura. En ik zou zo kunnen doorgaan, want in het hele land werden honderden van dit soort kleine projectjes uitgevoerd. En jullie die hier zitten, met je vele moderne opleidingen, wanneer ik het verhaal zo vertel, dan herken je het. Ja, je herkent het, want dit is textbook United Nations. Men noemt het participatory decision making. Het was best practice in human rights. Daar gaat het om. Je komt bij de mensen. Je bespreekt de problemen met ze. Je zoekt de middelen en je voert het uit. Geen lange beren dingen. Geen verkiezingsbeloften. Trouwens, er waren in die periode geen verkiezingen. Militairen hebben ook nooit dingen voor mensen gedaan. Omdat ze willen dat mensen op ons stemden. We deden het omdat we het als onze opdracht zagen. Want daarvoor moet je een potek attackie. Wanneer het ging om materiële onvolkomenheden, was die onvolkomenheid natuurlijk af te leiden van de staat waarin bijvoorbeeld de fysieke infrastructuur en of het bouwsel verkeerde. En het antwoord was bevestigend. Tientallen jaren verwaarlozing. De dienstverlening toen was er niet om het leven van de burger beter te maken. Lanti van toen was er niet om Stranang duurzaam te ontwikkelen. Die Lanti was er puur voor winst ten behoeve van de windgewesthouders. Met andere woorden, zonder respect voor de mens en natuur in Stranang Kondre. Deed het gouvernement van voor 1975 zijn ding en de opdrachtgever was Den Haag. U gaat in mijn betoog vaak deze analyses krijgen. En mind you, het is belangrijk, willen we dit land op onze eigen Strana manier, met onze eigen Strana man ontwikkelen. Als je je geschiedenis niet kent, ik bedoel de echte geschiedenis, ben je geroepen om in de tijd, in de toekomst, fouten te maken, verkeerde beslissingen te nemen. De voorlieden in ons nieuw leger vanaf 1980 deden keihard mee bij het verrichten van arbeid. Ik zag mezelf ook al op mijn knieën stenen leggen en mensen helpen. We deden die fysieke arbeid schouder aan schouder met de plaatselijke bevolking, de plaatselijke kondremangs. En whoever was with them, we werkten. En je kwam langzaam in drive. En dan bleek dat je als natie dringend behoefte hebt aan een herinrichting die moest groeien naar duurzaamheid. Meer zekerheden voor elke burger. Waar dan ook. Op ons grondgebied. Hiervoor waren er middelen nodig. Precies hierom kwamen de eerste venijnige sabotages. Wij militairen, we weigerden te geloven dat deze sabotages van de Noordzee zouden komen. Ze hadden ons trouwens als eerste ondersteund. Ook waren we niet bereid om ervan uit te gaan dat Surinaamse staatsburgers na 1980 betrokken zouden zijn bij sabotageprocessen. We hadden ons serieus geconcentreerd op de processen
die de verdere ontwikkeling van ons Zuid-Amerikaanse natie meer en meer op gang moesten brengen. De norm, ja, ik ga het noemen, de norm Wina Wang klonk toen helaas ook niet iedereen goed in de oren. Dat is een conclusie die je achteraf trekt. Die eenheid, die saamhorigheid mocht mogelijk van sommigen geen duurzame inhoud krijgen. Ons land mocht de goede acties die bijvoorbeeld regering Aron begon, niet voortzetten. Maar waarom niet? Aron begon bilaterale contracten met landen zoals Brazilië, Venezuela, Guyana en Cuba. By the way, gewoon onze buurlanden. Landen op ons eigen continent. Deze mede-Amerikanen zijn onze medemensen in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. Onze buurlanden schenen niet goed te liggen bij personen die behoorden tot diegenen bij wie het goed gelukt was om hen tot culturele Nederlanders om te bouwen. Zij ontwikkelden bij zichzelf een wantrouwen waarin Den Haag de hand had. Dit uitte zich in opvattingen en uitlatingen zoals Cuba en Guyana zijn communistische landen. Dergelijke uitingen overstemden soms zelf de officiële informatie van de staat voor de Sranamang. Ook informatie voor de internationale wereld bleek de tegenstander te kunnen verminken. Den Haag deed er alles aan om de tijdelijk intact gehouden CONS-vergaderingen niet meer te laten plaatsvinden, nadat het de deskundigen van Surinaamse zijde lukte om de verdragsmiddelen die geallokkeerd waren te herallokeren. Den Haag was er niet over te spreken. Toen bleek dat Suriname zich niet van zijn stuk liet brengen, maar zeer bewust en met een transparante toekomstvisie de verdragsmiddelen dus herallokeerde. Velen onder u herinnert zich hierachter op het plein Jan de Koning. Suriname is geen pot met honing. Het plein was 10 keer zo vol als afgelopen maandag. Het plein biggie toch? Als we nu de regeerperiode vanaf 1980 op een rijtje zetten, dan moet ik concluderen dat elke keer wanneer Bouterse aan de macht is, hij stevast gewerkt heeft met de richtlijnen zoals die boven zijn vertaald of geciteerd. Ik herhaal, de opdracht aan ons volk vanuit ons volkslied en de 4 vernieuwingen. Oppo kondremang un oppo. Sranang grong ekari un. Wans ope tata komopo, wi museti kondrebun. Strei def strei, wi nosa frede. Gado de wi fesiman. Heri libi tena dede, wi sa feti gisranang. U moet zich voorstellen dat toen het volkslied de eerste keer gezongen werd, iedereen de andere kant uitkeek. Niemand had door dat het om hen ging. Want de Chinees dacht dat hij bij China hoorde.
de Indonesiër dacht dat hij Indonesië thuis hoorde. De Indiër dacht dat hij India thuis hoorde. En zo kan ik doorgaan. Het volkslied roept de Surinamers op, de Sranamangen op, om wakker te worden. Jij bent geen Afrikaan of Chinees of... jij bent Surinamer. Onthoud het goed. En de oproep die gedaan wordt in het volkslied heeft alles te maken met wij Surinamers, gebundeld als Suriname, hebben de plicht om als Sranamangen samen te werken om dit land op te bouwen. Het gaat heel belangrijk zijn, want dat is de succesformule van Bouterse, van de NDP tot vandaag. Dat is de succesformule. De vier vernieuwingen, politiek, bestuurlijk, sociaal-maatschappelijk, sociaal-economisch, educatieve orde. Deze vier vernieuwingen zijn allemaal apart en samen onlosmakelijk verbonden met milieu in de ruimste zin des woord. Geen van de poten kan je ontwikkelen zonder 100% het milieu erbij te betrekken. De ellende vandaag in de wereld heeft alles te maken met ontwikkelingen die niet kijken naar de environment en gaan voor het geld, gaan voor succes. En vandaag de dag leeft een groot deel van de wereld in angst, want climate change is coming. Ondanks de vele koepogingen en sabotages is het Bouterse geluk om steeds grotere delen van onze samenleving achter de doelstellingen van de revolutie te krijgen. Het ontbrak niet aan heel veel vormen van subversiviteit in de afgelopen 40 jaar. Een paar voorbeelden hiervan zijn verschillende moordpogingen en koepogingen. Ik noem hier bijvoorbeeld Ormskerkkoep, de Binnenlandse Vuile Oorlog. Ja, moordpogingen op ons wettig gezag. Onterechte veroordelingen. COPPA-onderzoek. Het onderzoek belandt in de prullenbak. Meneer Van Loon staat op, maakt een deal met justitie en Bouterse wordt veroordeeld. Niets meer, niets minder. Er is vandaag weer een ding aan het roleren waarbij zelfs de Belgische rechtspraak, Nederlandse rechtspraak, terecht wees. Van Loon heeft verklaard, trouwens uit alle transcript, afluister, blijkt dat Van Loon met andere mensen en niet met Bouterse gepraat heeft hier. Bouterse heeft geen visum voor hem geregeld. En toch veroordelen die ellendelingen Bouterse. Ik noem het zo, omdat anders het niet tot ons doordringt. We spelen champion of democracy, maar hola, het heeft er niks met democratie te maken. Het heeft alles te maken met het van het toneel willen laten verdwijnen van Desiree Delano Bouterse. Forget it. En als recent voorbeeld, de Tekko 19,5 miljoen euro hoordrapen. Hé, hey, deze mensen, tientallen miljarden zwart geld maken ze elk jaar wit en zetten het op hun begroting. Dan heb je 19,5 miljard naar een som Libijijna konden en mij tek hoor. Crimineler kan het niet. We blijven er maar. Weet je,
We moeten met een andere bril kijken naar Suriname. En vanuit die positie moeten we met ons vuist op tafel beginnen te slaan. We willen ons land opbouwen en als we hulp nodig hebben en je wil het op een eerlijke manier geven, willen we het ook accepteren. Maar jij komt hier in Suriname niks meer dicteren. Niets waar Nederland geld in heeft gezet hier in Suriname is succesvol. En het is geen strikvraag, maar noemt u één bedrijf, één project waar Nederland geld in gezet heeft en het is succesvol geweest. Over 2 jaar kunt u me komen zeggen als u eentje gevonden heeft. Het bestaat niet. Die 3,5 miljard was niet gegeven om Suriname te ontwikkelen. Die 3,5 jaar was gegeven om de infrastructuur hier voor Nederland te maken. Wanneer het geld op was, zouden zij komen investeren. Maar hoefden ze die infrastructuur niet meer aan te leggen, want we hadden dat aangelegd. Mijn last koers. Het onterecht vasthouden van die 19,5 miljoen euro. En het veroordelen van een zittende president. Gaan jullie googlen. Bij Google. In one country per dit was aan die. Recent zijn Europa toch. Wanneer hoe die man die rijke Italiaan. Berlusconi, ze wachten. Hoe die man van Israël, ze wachten. Beetje rustig. Ze veroordelen die zittende president tot 20 jaar zonder alle feiten. Ja, zonder alle feiten. Want als je rechtspraak doet, ben je blind, zo heet het. Vrouwen Justitia, kijk niet, no? Nederland kondigt aan dat ze belangrijke informatie over die periode opsluit. In mijn klein beetje wetskennis kun je vermoeden dat het gaat over die persoon, dat er daar informatie kan zijn die jij opsluit. Ik moet eerlijke rechtspraak doen hier. Dan kan ik niet veroordelen. Maar die bitterheid die we hebben hier. Weet je, dat tikkie was de Holland. Ik ga Trakonde. Laat dat ding voor de mensen die hier zonder bitterheid. Want we willen ook recht, wet en recht. We willen dat, daar gaat het niet om. Wanneer men praat over corruptie, we willen ook geen corruptie. Begrijp je? En wanneer ik praat over corruptie, Grano's naam wordt niet nu. Vanaf 80 genoemd in corruptiezaken. Carifesta. Prachtig ding hebben we hier georganiseerd. Hele wereld was mooi. En we vinden corruptie, 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 corruptie. Na schoolse, prachtig ding. Bouten ze even zeggen, als het corrupt is, stuur het naar de justitie. Laat ze onderzoeken. Ik weet dat men bezig is, omdat ik geroepen word, ben om bij de rechtercommissaris. Ik heb gezworen dat ik de waarheid ga zeggen, ga meewerken. En met naschoolse zijn ze bezig. En ik heb aan de rechter toegezegd, ze kunnen me wekken 2 uur in de nacht om opheldering te geven. Weet je waarom? Omdat het naschoolse project is een goed project. En het moet zo snel mogelijk weer terugkomen. De informatie die ik heb uit het veld is een prachtig ding. En als blijkt, Branagasa, dat Grano's, Chop, Srotom Srotom, Bouters hoeft niet te proberen zijn hand boven mijn hoofd. Ik wil niet, dan laat Grano's opgesloten worden. We moeten ophouden in dit land met vuil te smijten op mensen, zonder dat de feiten daar liggen. En wanneer je doet, no sweat, het kan gebeuren. Het kan gebeuren, toch? Wij zijn niet de eerste.
Publiceer wat je hebt. Kom niet in hoogste colleges en je insinueert. Dan ben je leiding in het land. Maar welk voorbeeld geef je daar aan mensen? De jaren go. En op een gegeven moment werd die nieuwe grondwet bij referendum aangenomen. We hadden een nieuwe grondwet. En ik hoor Boutersen nog tegen Aaron Lachman en Sumita zeggen: voorzitters, de grondwet is goedgekeurd. Jullie mogen de verkiezingsdatum bepalen. Zo is het gegaan. En op 25 november 1987 waren er verkiezingen. Die partij die zich had georganiseerd, de NDP, langs de opdracht vanuit het volkslied Sranamang Umbondro, die partij kreeg 3 zetels. We kregen 3 zetels. De volgende dag bij ja, militair, zo zagen we eruit. Weer een jakti. We zijn naar Torarika gegaan. Ja, daar. Je had geen Royal nog, je had Torarika. We hebben aangeklopt op de deur. En we hebben gesalueerd voor de nieuwe machthebbers. En we hebben gezegd, hier staan we. Laten we de afspraken die we hebben gemaakt honoreren en laten we dit land helpen opbouwen. Die partij haalde. Die partij, nee, het was geen partij. Het was een bundeling van de etnische partijen die altijd tegenover elkaar stonden. Die bundelden zich en ze kregen 40 zetels. Ik heb gegoogeld en er stond 40. Misschien hadden wij dan 4. Nee, nou? Oké. Heel frappant. De NDP groeide van 3 zetels naar 12 zetels in 1991. Naar 16 zetels in 1996. Naar 10 zetels in 2000. Na 15 zetels in 2015, 2005, en toen een kiesonsreffie, toen hebben we de ruzies, interne ruzies bijgelegd en we sprongen direct naar 23 zetels. Meneer Abraham, zeg ik het goed? In 2010. Als je bundelt, ben je sterk. Als je bundelt en werkt voor die samenleving, dan word je solide. En dat is wat de schrijver van het volkslied heeft willen doorgeven aan de Surinamer. De Sranamang was moe geworden van de etnische hokjes politiek die gevoerd werd. Er waren 4 regeerperiodes als ik de coup, de telefooncoup, niet meetel. Een periode van 8 jaar waar het militair regime de leiding had. Dan hadden we na de democratische verkiezingen eerlijke en vrije verkiezingen. Hadden we president Shankar.
Van 91 naar 96 hadden we president Venetiaan, regering Venetiaan 1. 96-2000 hadden we regering Weidenbos. 2000 tot 2005 hadden we regering Venetiaan. 2005 naar 2010 hadden we regering Venetiaan 3. 2010 komt Bouterse aan de macht. Hij wordt ook president. En 2015 staat hij weer in de zaal om beëdigd te worden tot president. Als ik nu alle punten die in de regering... Nee, laat me nog iets vertellen. Want wanneer je dingen hoort en je connect ze niet, dan begrijp je het niet. We zijn gegroeid over een lange weg van 28 jaar naar 26 zetels. De etnische blokvorming is verschrompeld in diezelfde 28 jaar van 41 naar 18. Asane Roko, dat ding in het volkslied werkt. En ga ik een uitstapje maken, omdat in plaats van corruptie te schreeuwen en op het plein te komen en een hoop lelijke dingen te zeggen bij waar mensen hard werken om ontwikkeling te brengen voor dit land, waarom doe je niet wat de uitslag van 2015 heeft voorgedicteerd? Waarom doen ze dat niet? Nu hoor ik die dingen draaien. NDP heeft 117.000, bijna 118.000 stemmen gehaald. En we hebben 26 zetels gehaald. V7 heeft 97.000 stemmen gehaald en ze hebben 18 zetels gehaald. Brunswijk heeft 27.000 stemmen gehaald, hij heeft 5 of 6 zetels gehaald. Laat me goed tellen. Doe heeft 1 zetel gehaald. Palu heeft 1 zetel gehaald. Als je ze bij elkaar optelt, 51. Als wij 118.000 stemmen hebben gekregen, geldige stemmen, dan zijn er niet op de NDP gestemd meer dan 140.000 stemmen. 1 en 1 is 2. Wat je moet doen, is die stemmen bundelen. In plaats van de hele dag te ohalen. Weet je, je wil winnen, je belooft het volk dat je wil winnen. Maar je doet niet wat je moet doen om te winnen. Je moet die etnische partijen opheffen. Het kan niet meer in Suriname. Nee, het mag niet meer in Suriname. Hef ze op, maak een sterke NDP2. Maak een sterke NDP2. Ja toch, dan kunnen we bettelen. Want wat Bouterse doet, bereikt heeft met alle mensen die ondersteunen die partij, is door hard werken 28 jaar lang. En die etnische partij is bewezen dat het steeds verder verschrompelt. Wanneer wij regering bouwen, ze 3 beginnen straks, gaan ze automatisch kapot. Als ze nu niet doen wat ze moeten doen, want ze beloven het volk toch, ze gaan het beter doen. Als ze nu niet doen wat ze moeten doen, gaan ze straks automatisch kapot. Ze zijn niet laat. Ze weten echt wat ze moeten doen. En ik heb daar net een aantal zaken opgenoemd. En wanneer ik nu ga praten, ga ik een aantal van ze belichten. En ik ga dieper op een aantal andere zaken ingaan.
Het was moeilijk om een keus te maken, dus ik heb geprobeerd op het stuk van vrouwen voor mij het belangrijkste te halen, van arbeid het belangrijkste te halen. En zo ben ik doorgegaan. Ik heb al gepraat over opheffen van handelingsonbekwaamheid. We hebben de stemgerechtigde leeftijd naar 18 jaar gebracht. We hebben in de wet opgenomen dat voortaan verkiezingen in resorten worden gehouden. Dat hebben wij gedaan. We hebben een grondwet gemaakt. Een grondwet die in 1986 door het volk bij grote meerderheid is aangenomen. Naar Onsani, naar Wisani, naar Strananzani. Dat hebben we gedaan. We hebben een wet constitutioneel hof. Ik geef aan dingen die we beloofd hebben, dingen die geschreven zijn en dingen die uitgevoerd zijn. We hebben belangrijke arbeidswetten gemaakt. Wet vrijheid van vakvereniging. Wet collectieve arbeidsovereenkomst. Wet ter beschikking stellen arbeidskrachten door intermediair. We hebben arbeidsbemiddelingswet. We hebben wet arbeidsinspectie. We hebben een ontslagwet. We hebben wet arbeid voor kinderen en jeugdige personen. We hebben een wet arbeidsbescherming van het gezin. En zo zijn er nog honderden wetten in de afgelopen 40 jaar gemaakt, die allemaal het reilen en zeilen in dit land moeten helpen begeleiden. Voor degenen die geïnteresseerd zijn, tegenwoordig, www.dna.sr en je vindt alle wetten die gelden in Suriname. Gezondheidszorg, ik heb daar net genoemd SZF. We hebben in 1981, volgens mij 16 maart, SZF opgericht. SZF was voor de ambtenaren en minder draagkrachtigen. In 1987 had SZF 40.000 cliënten. In 2007 43.000 cliënten. Vervolgens groeide het aantal cliënten in 2015, cliënten van SZF, naar 150.000. En vandaag, 2020, zijn verzekerd bij SZF 400.000 Surinamers. Het betekent dat de overheid een groot deel van de gezondheidszorg voor haar rekening neemt. Hoe sociaal-maatschappelijker kan je nog zijn? In 1975 hadden we 7 ziekenhuizen. Vandaag hebben we 10 ziekenhuizen, inclusief het Wanica ziekenhuis. We hadden in 1975 31 polyklinieken. Vandaag 102. We hadden in 1975 0 gezondheidscentra. Vandaag hebben we er 8. In 1975 hadden we 0 hulppolies. We hebben vandaag 8. In 1975 hadden we 222 artsen. Vandaag hebben we er 471. Verpleegkundigen en overige gezondheidswerker. De teller stond in 1975 op 708. Vandaag staat het op 1767. Specialisten hadden we in 1975, 73. Vandaag zit goed.
277. Ik denk, als ik me niet vergis, in 27 specialismen. In 1980 zijn we gestart met het herstellen van woningen van mensen en het afbouwen van SORA-woningen. Ze zaten zonder dak in Paramaribo, Hanaslus, in Kommewijnen en in Ikeri. U kent NVK, Nationaal Vrijwilligerskorps. Deze mensen werden ingezet en dag en nacht was het niks anders dan helpen, 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 helpen. We hebben naast het bouwen van woningen en het ontwikkelen van nieuwe woonwijken en zelf het aannemen van een huisvestingsplan in 2012, nog steeds zijn wij niet in staat de grote vraag in de, hoe heet het, in de woningbehoefte te lenigen. Ondanks alles wat wij ook gezegd hebben, het lukt ons maar niet om een model te ontwikkelen terwijl alle ingrediënten daar zijn. Om versneld dit probleem, want het is een probleem. Ieder mens heeft recht op een dak boven zijn hoofd. Het is een probleem. En we moeten waarschijnlijk heel snel de koppen bij elkaar steken om na te gaan hoe wij met vereende krachten een traject van 20 jaar kunnen uitstippelen om woningen te bouwen. Ik zeg 20 jaar, want als Bouten zegt we 18.000 woningen bouwen, wordt het hem nu voor de voeten gesmeten. Die behoefte toen we in 2010 aan de macht kwamen was 18.000. Dus hebben we gezegd, dan gaan we voor die 18.000. Wat is daar verkeerd aan? Vandaag is het meer hoor. Maar hier botsen denkwijzes. Wij kijken vooruit en werken er naartoe. Andere mensen. En voor ons is stilstand geen optie. Wij werken gestadig door aan wat we deze samenleving beloofd hebben. Het is de regering gelukt om in de afgelopen 10 jaar 57.618 beschikkingen uit te geven. 57.618 beschikkingen zijn uitgegeven. En de vraag blijft komen. Die honger is er bij de mensen. We moeten een systeem ook ontwikkelen op ROGB, waardoor de transparantie en de snelheid van afhandelen van stukken vlot gaat verlopen. Want het stagneert. En stagnatie is achteruitgang. Het helpt ons ook wanneer de mensen hun grond hebben, dat de Nakwan toezinkt en dan hebben zij voorlopig onderdak. Als je ze die grond niet geeft, komen ze aankloppen elke dag. Het is mensonterend om te zien hoe mensen komen vragen en zitten voor je. Als je ze kan helpen met... Weet je, het is niet ons ding. Wij willen eruit. En natuurlijk spelen financiën nu nog ons parten. Maar dan nog, onze overheidsstructuren moeten veel vlotter zaken kunnen afhandelen. Als je een huis hebt en je een bedrijf hebt, heb je energie nodig. En deze informaties die ik geef, heb ik van de bedrijven hoor. Dus Anogranos, Versinoa, Sunny. En dan krijg ik van EBS te horen, op mijn verzoek, hoeveel aansluitingen waren er in 1980 en hoeveel zijn er vandaag. In 1980 waren er, en dat is bij huizen en bedrijven, 66.228 aansluitingen. In 2019 is het aantal toegenomen
tot 170.105 aansluitingen. Er moet nog heel veel gedaan worden in deze sector. Maar het gaat de goede kant uit. Het gaat de goede kant op. Een van de prioriteiten van Bouterse is altijd geweest gezond drinkwater. Er is in de periode van 2010 naar 2019 meer dan 575 kilometer aan hoofdwaterleidingbuizen aangelegd. Maar de heren van Mokiswan Bok, ik praat met de directeur, mijn vriend Marlon Oosterling. En ik zeg dan, alles maar vinden wat er aan nodig is. Aman barmi, wan barriera. Aman tak, meneer Granoost, Grantje. Als we in dit tempo doorgaan, weet je hoeveel jaren het nog gaat duren voordat er gezond drinkwater uit de kraan komt van elke Surinamer, waar die zich ook bevindt? Miswaar mi sani. En ik heb gezegd, wanneer gaat die waterzuiveringsinstallatie van Kommerwijnen in gebruik genomen worden, zodat Kommerwijnen integraal overal water heeft, water uit de kraan. Kommerwijnen is een upcoming district, Kommerwijnen heeft veel potentie, maar Kommerwijnen kampt met een probleem. En op dit moment lost meneer Oosterling het op met waterzendingen, maar binnenkort behoort dat ook tot het verleden. Vanaf Aronsen tijd wordt er aan infrastructuur gewerkt. We kennen die brug bij Stolkersijver en die brug bij Monkshoop, zeg ik het goed? Twee mooie blauwe bruggen. En toen die bruggen werden opgeleverd, was het een... We hebben twee bruggen. We konden makkelijk snel de afstanden overbruggen. Bouterse kwam aan de macht. En hij bouwde een brug over de Nikeri-rivier. Hij bouwde een houten brug over de Suriname-rivier bij Carolina. En in 1996, tijdens de laatste massameeting in Nikeri, zegt Bouterse op het podium: en if me winna verkiezing disi, dat we boven broodje abra kopename liba. Dat was die toezegging. En if una money, dat we actie pritem. Foucault, fa udoning, bolletrino, bolletrino, funkan boeuwan broodje, want waar genoeg bruggenbouwers ja in a kondre. Je moet visie hebben, je moet in de tijd, je moet vooruitkijken. Bij het ontwerpen en samenstellen van de contracten bleek dat als wij. Want we zouden moeten mobiliseren, wat veel geld kost, en demobiliseren. Als we naar de cijfers keken, dan zou het gunstiger zijn om twee vliegen in één klap te slaan. Zo is toen besloten dat de brug over de Suriname rivier erbij komt. Die kritiek was niet van de lucht. Ai boy. Dus terwijl je ontwikkeling wil brengen, mensen uit hun isolement wil halen, mensen in de gelegenheid wil stellen om te groeien en te bloeien. Brood met brug, corruptie.
Onze kinderen en kindskinderen gaan de schuld moeten betalen. Ik begrijp waarom ze, ook al hebben ze alle geld van de wereld, geen ontwikkeling kunnen brengen. Simpel, ze weten niet hoe het moet. De no sabi. Ze weten alleen te werken met gratis geld. Dat van broek aan broek, we nog vier geen talk. Alles wat we gedaan hebben na februari 1982, alles wat het signatuur van Bouterse gedaan heeft na februari 82, is met geld van Suriname. Het is geen ontwikkelingsgeld. Na Stranamoni. Maar dat verhaal wordt gelogenstraft, want 4 jaar na dato toen, 20 jaar na wat we hebben geschreven in dat boekje staat, Die Brugge, 20 jaar, mei 80, mei 20 mei volgens mij, is die brug in gebruik genomen. Het heet Bosjebrug. 20 jaar. Maar we kijken vooruit, dan tamo. By the way, die brug zou er toch al lang staan. Er is toch voor 1 gulden een brug gekocht in Holland. Wat zou hier komen? Die paal is ook geslagen door meneer minister Goosen. Eigenlijk moeten we een historische tour maken in het verleden van al dit soort dingen. Die brug, die bruggen zijn gebouwd. En als je me nu vraagt, was het het waard? Ik denk dat die brug over de Suriname, deze brug, niet die brug. Ja, die brug over de Suriname rivier, hier in Paramaribo, heeft een ontwikkeling teweeg gebracht in het oosten van het land. Zo groot, zo snel. Zo groot, zo snel. En weet je wat nu het probleem is? Die ontwikkeling van Komowijnen vertraagt nu. Zoveel effect is er gesorteerd met die brug, dat die brug nu een trechter wordt. Je verhuist van Paramaribo naar Komowijnen, want Sitkom. En nu moet je 4 uur 's morgens opstaan, want anders kom je in de file. Dat is het probleem. Wil je ontwikkeling meten? Het staat daar. Ja, zo meet je dingen toch? En dan hoor ik ergens, ja, als we aan de macht zijn gekomen, gaan we een tweede brug bouwen voor de Suriname rivier. Hey, bye. Bye. Als er nog een brug komt, dan tel ik die 2 kapotten niet. Wordt het de 5e brug. Niet eens dat weten ze. Als er nog een brug komt over de Suriname rivier, is het de 5e brug. Ja toch? Oh, hij praat over een 2e brug. Ze praten over een 2e brug. We zijn niet klaar met bruggen. Regering Venetiaan komt daarna. En we moeten zeggen, beleid is continuïteit. Toch, regeren. Ga door. En we zien ook dat regering Venetiaan grote bruggen bouwt. No problem. Het is goed. Bruggen connecten, bruggen brengen ontwikkeling. Het is bewezen. Kopenhagen, Nikeri. Hier, het is gewoon bewezen. En als de regering Venetiaan die bruggen bouwt, het doel is, neem ik aan, om die ontwikkeling te stimuleren. Wij komen aan de macht en de brug bij uitkijk hangt met een schouder in het water. Eb en vloed in pootje baden. Ja toch? Jullie kennen het. Je hebt geen foto, hoor. We kennen die brug. De bedoeling was dat het moet verbinden, maar het hing in het water. Geen probleem. Regeren, continuïteit van bestuur.
En Bouter zet neemt zijn telefoon en belt Balas Nedam. Ik kan zit me kong en Balas Nedam zegt, ja meneer Bouterse. Hij zegt, begin te werken. Trouwens, meneer Abraham was degene die dat moest doen. En ze beginnen te werken. En vandaag de dag rijden we over die brug. En we zijn vergeten. Wat zijn we vergeten? Ik ga u straks vertellen wat we vergeten zijn. Carolina, die brug is gebouwd. Van ellende valt het in het water. Ze moeten niemand schuld geven. Van ellende valt het in het water. Boutersen komt daar, weet je wat Boutersen doet? Hij zegt, boy, gaan jullie checken daar. Stuur die deskundigen om verder op te checken. Want dit is een nationale schande. Je gaat straks horen wat ik bedoel. Kan toch niet? En er komt een brug over de Suriname rivier bij Redidoti. Right? En die ontwikkeling is weer geconnect. We kunnen verder gaan. Weet u wat mij mateloos irriteert? Al die mensen van die vorige regering. Allemaal. Toen we begonnen met herstel van de brug. Die zij hebben, waar zij hebben gemiskleund. En toen we begonnen met de bouw van een nieuwe brug. Corruptie, 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 corruptie. Ik zeg maar, wacht even. Jij maakt een kapotte brug. Ik herstel het en ik ben corrupt. Hey, noem ik de man lauwe jij naar Condreira. Is hetzelfde wat men zegt. We hebben 26 parlementsleden met zweet en tranen, met bundeling van die samenleving bij elkaar gekregen. We gaan ze niet meer loslaten. En je noemt het dictatuur. Mami Gado, toen je 41 had, was je dichter bij dictatuur. Mana Midora. Het is toch ergens is er een snaar los. Ik ben niet klaar met dat verhaal. Wij gaan doorgaan met bruggen bouwen. Want over quarantaine en Marowijnen gaan we ook bruggen bouwen. We gaan bij Mapane ook die verbinding weer herstellen. We gaan ook naar het Zuidermeer bruggen bouwen. Want alleen wanneer je opengooit kan er ontwikkeling komen. Maar je moet ballen hebben om dat te doen. Wanneer we in de volgende periode gaan werken aan het hoofdbureau van politie. We gaan werken aan het hoofdbureau van politie. Kijk het daar. Nee? Ja man. Boy. Ja, dat is het. Dan ga je weer horen corruptie. Begrijp je? Ik wist dat het geld al geallokkeerd was. Het staat er nog niet. Als we over corruptie praten. Wie moet nog meer bewijs hebben over corruptie? Je ziet die bruggen. Je hebt ze niet afgeleverd. Je betichtigt mij van corruptie. Ik heb altijd gezegd, als je me betichtigt van corruptie, publiceer het verhaal. Publiceer die corruptie. Dit zijn beelden die nooit meer weggaan. Moet ik een klacht gaan indienen bij de PG om het te onderzoeken? Hebben jullie boten zo ooit één dag horen praten? Per ammonide? Heb je hem horen praten over schrotto, die zie schrotto, dat die corruptie? Weet je wat boten ze doet? Hé, hey, Balas Nedam, zet me kom. Hé, hey, bouwen jullie een nieuwe brug. Dat is wat hij doet. Dat is ontwikkeling brengen.
En die schandalen zijn natuurlijk nog niet af. Ik ga nog één noemen. Er staat aan de Leijsweg, commissaris, hoe je dat ding, Leijsweg nog? Daar bij het, op het universiteitscomplex staat er een geel gebouw, groen afgewerkt. Het is opgezet, ook correct, met de visie dat het voor de binnenland mensen, mensen die van ver komen, als onderkomen dient wanneer ze komen studeren. Want als we onze kinderen niet laten studeren, gaan we dat land niet kunnen ontwikkelen. Allemaal correct. Dat gebouw is nooit opgeleverd. Is niet opgeleverd. Toch? Wanneer Boutersen nu zegt, we bouwen een student village. 1500 mensen kunnen daar, studenten kunnen daar gaan wonen terwijl ze studeren. Maar hier en daar, na money boa disi dus. Maak het ook geschikt. En we beginnen te werken. Corruptie, 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 corruptie. Wanneer houdt dit ding op? We moeten niet meer toestaan dat alle rommel die we opruimen van andere regeringen, wij voor corrupt worden uitgemaakt. Zo onwaarachtig zijn die mensen die dat doen. En zij vragen vandaag naar de stem van het volk. Om golera volk den sandisi. Het kan toch niet? En wanneer we para-industries opzetten, dan dide. Want para-industries met 6 in centrum index moest dide in zijn algemeenheid. Maar para-industries waar er flessen, tegels, zeep, borden, glazen gemaakt werden. En de mambo go failliet. Weet je waarom? Die dingen werden zo goed gemaakt dat wie is agressief vadon? Hij veer kon bakken. Het ging niet stuk. Echt. Wie heeft nog glazen? En bo. Kijk. Camera. Kijk, al die mensen hebben het nog. De tegels in mijn achterkeuken zijn ook van gebroken de tegels. Het moest stuk. Anobim Godoro. Weet je waarom? We hebben geen productie. Hoe heet het? Attitude. Want met 10 miljoen importeer je die dingen. En je kan 6 keer per jaar die 10 miljoen omzetten met 200.000 winst per keer. En je hebt gewoon met een telefoontje heb je 1,2 miljoen verdiend op jaar. Wanneer je de durf neemt om een para-industrie op te zetten, om met Surinaamse grondstoffen productie te doen, mede om die bauxietkurk te verbreden, daarom dit is zo simpel is het. En het is een vervelende dood gestorven, want vandaag, 40 jaar later, zou het niet alleen importvervangend zijn, maar het zou ons ook de vieze opbrengen, want aan kwaliteit ben ik zo heet dat we het zouden kunnen exporteren. We hebben bewezen de beste pimba dotti te hebben. Kaolin noemen ze het, no? Weet je, maar Boutersen mag niet succesvol zijn. Boutersen mag niet succesvol zijn, omdat anders de riffel succesvol is. Ik heb nieuws voor jullie. Hij is succesvol. Hij is succesvol. En wat hij gezet heeft, gaan we nooit meer kunnen uitwissen. En toen gebeurde het. Staatsolie. Maar laat me duidelijk zijn. Staatsolie is van het volk van Suriname. Nog een keer. Staatsolie is van het volk van Suriname.
En het gaat er niet om wie eraan gedacht had en wie erover had gedelibereerd. Het gaat erom wie heeft de aanzet gegeven, begin nu. Want alleen zo ontstaan projecten. SZF is een voorbeeld. 30 jaar voordat wij begonnen met SZF, werd er al gesproken over SZF. Wanneer we het startsein geven, dan willen we niks claimen. We willen gewoon dat je wel bevestigt onder wiens bewind het gestart is. Want daar gaat het toch om. En dat het vandaag een succesvol bedrijf is, is leuk. Staatsolie heeft tot vorige week, tot 2019, 140 miljoen barrels olie uit de grond gehaald. Je hoeft niet te applaudisseren, want dat bag, hè? Ze hebben nog ongeveer 80 miljoen barrels in de grond. Op dezelfde manier kunnen ze het eruit halen. Daarna, met de moderne technieken, kunnen ze nog eens een keer iets meer dan 100 miljoen barrels uit de grond halen. Dat betekent meer dan 180 miljoen barrels nog. Als we 6 miljoen barrels per dag, per jaar gebruiken, betekent dat staatsolie nog ruim 25, misschien 30 jaar door kan. Met die 6 miljoen barrels per jaar. Staatsolie heeft ook in haar bezit Newmont. Ook een verkiezingsbelofte. We gaan voor 100% goudmijn. En toen we aan tafel zaten met Newmont en met IAM Gold, zijn we geëindigd op bij Newmont 25% en bij IAM Gold met 30%. Ik mag ook participeren in de onderhandelingscommissie van IAM Gold. Dus ik begrijp een beetje hoe de zaak in elkaar steekt. Dit jaar, over een paar maanden, is die 250 miljoen investering die we moesten plegen voor die 25% terugverdiend. Dit jaar is het terugverdiend. En vanaf dat moment gaat staatsolie jaarlijks tussen de 50 en de 100 miljoen dollar op jaarbasis uit Newmont genereren. De staat Suriname is 100% aandeelhouder. Tel uit je winst. Staatsheerolie heeft ook de Afobakka krachtcentrale in haar portefeuille. Die krachtcentrale wordt nu gerund door staatsolie. Good thing. U kent die schandalen rond deze deal nog. U kent ze toch? Het is alsof iedereen ongesteld was in dit land. Iedereen. Want ze gooien de hele dag vol fake news. De hele dag. Laat me u de waarheid vertellen van deze krachtcentrale. Regering Boutersen heeft het voor elkaar gekregen om 13 jaar eerder dan gepland die krachtcentrale in haar boezem te hebben. 13 jaar eerder. Als we maandelijks 7,5 miljoen dollar aan energie moeten betalen aan
afoba aan Alcoa. Een klein rekensommetje leert ons 13 maal 12 maal 7,5. Nog een tikkie calculator, is 1 miljard 170 miljoen dollar. Wat we in die 13 jaar nog zouden moeten betalen aan Alcoa. We hebben het nu, 13 jaar eerder. Ja, je hebt het goed gehoord. Van 0 cent, 0, 0 cent. Het heeft ons niks gekost. Of moet ik het omkeren? Het heeft ons heel veel opgeleverd. En dat is een doorn in het oog van mensen die aan de macht willen komen en die weten hoe ontwikkeling eruit ziet. Dat is het prototype, zo werkt het. Ze gaan alles erop gooien om mensen te zeggen dat we gaan stelen. Is van Dilip, is van Bouters, is van mijn hemel. En we hebben nu een besparing, want we hoeven geen dollars meer over te maken. Als we moeten betalen naar SRD Wepay. Ja toch? En dan komt er goed nieuws. Dan komt er goed nieuws. Want in januari, er is olie offshore aangetoond. Heel veel olie. Zoveel dat ze het meetinstrument om het te meten nog niet hebben gevonden. Zoveel olie. In mijn eigen beleving, en ik heb het zo met deskundigen besproken. Ik heb gezegd, dus je zegt me er is veel olie. Als ik zeg, ik haal het voorbeeld van een koe aan. 1 uier is Venezuela. Ja, zegt hij. Die andere uier is Guyana. Een andere uier is Frans-Guyana. Want we moeten niet vergeten, daar hebben ze ook al olie geboord. Een aantal jaren voor Guyana. Maar dat is die Bobby van dat ding. Is dan hier in Suriname. Ja, zegt ze. Laat die tori. Met wie je ook praat, dit verandert alles. Nog een keer, dit wat zich afspeelt en over 3 weken hebben we weer een vondst. Ja toch, dus we moeten gaan oppassen dat ze ons niet annexeren. Wat gaan we met zoveel geld en olie doen? Begrijp je? Bouterse komt in een persconferentie met de directeur van Staatsolie en ze delen de samenleving mee. Is dat zo'n Bouterse takkie? Het gaat alles veranderen, Surinamers. Volk van Suriname, Stranaman, Alasano Kenki. Ik heb 1 verzoek. Laten wij met z'n allen Stranamans de koppen bij elkaar steken. Laten wij de koppen bij elkaar steken. Toch? We kunnen rustig ademhalen. We kunnen vrij ademhalen. Maar mekasan no lawo no. Laten we goede regels maken. Laten we afspraken maken met elkaar. En het verzoek de koppen bij elkaar te steken als Stranamang, Stranauma is gedaan. Maar ik heb een maar. Als je die kleine, lastige witte man in je hoofd hebt en je wilt hem niet eruit krijgen,
kwe. Nokon weer mi kondre. Want ik hoor iemand zeggen, na de verkiezingen gaan we olie winnen, vinden. En nadat we het gevonden hebben, gaan we Holland vragen om ons te komen helpen. Peja. Niet hier. We hebben al genoeg lesgeld betaald. Dit moet fake news zijn. Maar we moeten ons als Surinamers, klaarmaken. We moeten ons klaarmaken om wat ons te wachten staat tegemoet te treden. Voorbereid. Ons onderwijs moet goed in orde gemaakt. Onze gezondheidszorg moet oké zijn. Onze infrastructuur, dat moet helemaal in kannen en kruiken gebracht worden. Enzovoorts, enzovoorts. Maar we moeten ook beseffen dat de wereld in 30, 40, 50 jaar groeit van 7,5 miljard mensen naar meer dan 10 miljard mensen. Dat zijn de feiten. De wereld is een andere wereld. Het wordt een andere wereld. Het is een wereld van high-tech. We zijn laatst met de president geweest naar China en we mochten in die toekomstige wereld lopen. Bijna, als je het niet weet, wordt, vind je het griezelig. Maar het staat voor de deur. We moeten onze kinderen dus klaarmaken om zich thuis te voelen in die wereld. En tegelijkertijd moeten wij normen, waarden en respect, fatsoen, eerlijkheid en alles bijbrengen in ons gezin, in onze samenleving, met families bij elkaar. Dat is die job die we gaan moeten doen. We gaan verder die agrarische sector moeten boosten. Waarom? 10,5 miljard mensen, voedsel wordt nog schaarser. Dus we moeten onze positie gaan bepalen. Het is niet van niemand al dat de president een aantal jaren terug een agrarisch masterplan heeft laten maken. Het is niet van niemand al dat onze president gezegd heeft, we moeten een voedselschuur worden. Het is niet van niemand al dat hij gezegd heeft, water is het nieuwe goud. Nog erbij renewable. En vandaag is ook gestart een agrarisch industriepark. Omdat we landbouw moeten tillen naar het verdienmodel dat in de wereld geldt. We moeten niet hier een beetje met elkaar een beetje planten. We moeten het kunnen exporteren. We moeten het naar de markt kunnen sturen waar het nodig is. Waardoor we de broodnodige deviezen kunnen verdienen. En in het centrum komt een Center of Excellence waar Surinamers praktijk en theorie kunnen worden bijgebracht. Water, zoals ik daarnet zei, het nieuwe goud. Zal ik u iets vertellen? Als we 12% van ons water, dat naar zee stroomt, dus het blijft niet in Suriname. 12% van het water dat naar zee stroomt, is ongeveer 18 miljard kubieke meter water per jaar. Is maar 12% dat naar zee stroomt. Als een burger 3 liter per dag drinkt, is dat ongeveer 1000 liter per jaar. Right? Mas or menos. Als we 8 miljard mensen hebben, dan hebben we 8 miljard kubieke meter water nodig. 12% van ons water dat naar zee stroomt, is 18 miljard kubieke meter water. Dus, Suriname zou aan heel de wereldbevolking
8 liter water kunnen, drinkwater kunnen geven per dag. Gewoon 8 liter drinkwater per dag. Denk aan Tori, zoveel water stroomt naar zee. We moeten het catchen en op een of andere manier beschikbaar stellen. Tegen betaling natuurlijk. Onze president heeft op 27 november in China met zijn collega Xi Jinping hierover gesproken. Over water. China heeft als grootste bottleneck gezond water. Op dit moment zijn we bezig een MOU te bekijken die, hoop ik, heel binnenkort getekend kan worden, waardoor water als commodity ook een grote verdiener kan worden voor Suriname. President Boutersen heeft recent bepaald, de regering Boutersen, dat we de bosbedekking van 93% behouden. Hij is niet meer in ons midden, maar ambassadeur Lakin, Jonne, was de trekker van dit project. Alles wordt nu in gereedheid gebracht, 1, om ervoor te zorgen dat het behoud van het bos in place is. Om te inventariseren alle waardes, het heet de intrinsieke waarde van alles. Omdat willen wij dat aan de wereld beschikbaar stellen, dan moeten ze ons toch wel een beetje ping-ping geven. Tegenwoordig geven ze alleen aan landen die het bos kappen. In de hoop dat ze gaan stoppen. Wij zijn bezig. We willen het behouden. Ons buitenlands beleid richt zich vooral op Zuid-Zuid relaties. We hebben goede relaties met Brazilië. We hebben goede relaties met Rusland. We hebben goede relaties met de regio. We hebben goede relaties met China, India. En omdat wij dit doen, en omdat de regering op deze manier haar volk inspireert, zijn we kunnen groeien van 3 naar 12, naar 16, naar 15, naar 23, naar 26 zetels. We zullen ons moeten positioneren met alles wat hier aan mogelijkheden u is voorgehouden. Want de tijd wacht niet op ons. Dank u. Mag ik nogmaals een hartelijk applaus voor meneer Granos. Dank u wel, meneer Granos. Nou, dat was een mond vol aan informatie, maar zeker niet oninteressant. Ik mocht van achteruit de reacties volgen en ik zie dat de mensen daar heel erg van genoten hebben. Maar natuurlijk zijn we vanavond niet alleen hier om alleen maar op te nemen, maar er moet dus veel meer nog vanavond plaatsnemen. Voor nu gaan we wat entertainment inlassen om u even tot rust te laten komen. Ik denk dat de jongeren onder ons het zeker zullen appreciëren, omdat de volgende artiest geen onbekende artiest is. Maar voordat ik de artiest van de avond aan u bekend maak, moet ik heel even een bekendmaking doen.
Een jonge dame heeft haar auto geparkeerd voor het hof, maar uw ruiten staan open. Kentekenplaat PL3411. Het is een Bordeaux Vanguard. Dus als u nog in de zaal zit, mevrouw, uw ruiten staan open. Goed. Yes, zoals ik al zei, de volgende artiest, die is dus geen onbekende. Die heeft dus al een tijdje in combinatie met zijn groepsleden wat muziek laten horen. En de groep staat bekend onder de naam RTF, Real Thing Family. Mag ik uitnodigen op het podium, Kief met Real Thing Family. Zo heel lief, zo heel lief. Goedenavond iedereen. Zo heel lief. Thank you. If you love you, come here and applaud. If you love you, thank you. I'm not a Buddha who gave faith. I'm not a Buddha who gave teen. Thank you. Give me a 14, 15, 20, 30, 40. Stand up, go boom and up, ching ching. You lang a hip ching. Thank you. So we live, so we live. So we live, so we live. If the man no be bow no one score if kataki. They no create no one rock on imtaki. Imtaki, imtaki. But they might make mighty and that imtaki. And that imtaki. The score no last free be in passi. One uno mach lassi. Uno mach lassi. Uno mach lassi. And uno lassi. So we live, so we live. Thank you. We love Israel. We love Israel. I love that we love Israel. I. Make up a day, 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 counter, na ina ama. Me love is rana, me love is rana. Aye, I love that me love is rana. Aye. Make up a day, 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 counter, na ina ama. Student the flex, food the student no stress. They make the road a deck, they do the best. One pass to the rest, at the price is stress. Boy a waste, boy a deck. Pasi fuku ome musiba u ome ni project. You ome sma uso na kajari go relax. So me yari you, me de ome yari next. That's a do do boom ki o no no next. Ome no da say 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 a player. Me tank this tank a dat wa lo label. Yeah, this ref bem do in a do as an air. No tank next what in a to a ref. You love Israna, you love Israna. Aye, I love that you love Israna. Aye. Me go go day 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 bouda na ina ama. Me love Israna, me love Israna. Aye, I love that me love Israna. Aye. Me go go day 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 bouda na ina ama. Ome tusho oso bau in the yari thing. I no pass to it. I no pass to it. Afu mata pasi talk luku famo luku te yere gua marwi na refting. I no pass to it. I no pass to it. A god reja pass waka drying. We stay drying. Mi sapta ke drama no madwe. A model fa kodre se sandwe. Se spasi na ke ronde in de yari sam. Sabo ya hir kodre upgrade. Ome so deal kom ome tra preso. Ja ye follow strana he upgrade. So we live. Pasi teka kodre le kwa dorpo ufer. And o e pot watra na nga faya. In ala ke dorpo. That was an upgrade. So we live. So we live. So we live. So we live. Make up dengi day day bouda na ina ama. Me love is rana, me love is rana. Aye, I love that me love is rana. Aye, make up dengi day day bouda na ina ama. A criminality alas ma de inside. A national failure head up as a sit that. Camera and watch watch alla you stop. Save city city boy na pass a sit that. Na pass a sit that. Thank you. Na pass a sit that. Thank you, Naji Dab. So we live. Allah say, Pego, Shtak, na upgrade. Me love is rana, me love is rana. Aye, and I'm that me love is rana. Thank you. Aye. Make up for day, 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 bouda, na ina ama. Me love is rana, me love is rana. Aye, and I'm that me love is rana. Aye. Make up for day, 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 bouda, na ina ama. So we live, 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 so we live. Isabi. Thank you, Najida. If Loba Kondre pull the jazz, so I'm that now and say Gi Kondre. So man, no Loba Kondre. No, I'm the jazz. That means I say Sanang Ayu. Thank you, now. So we live, so we live. So we live, so we live, so we live. Bet this you. If you don't love you, you no matter in you. Thank you, Najida. Thank you, Najida.
boy 16, they want it ongeveer. They don't want one score on that nothing they force it. If man no get money then I swear I don't take it. My look what I get a gilly be and they want it. In no men do tora boy a participate. Tak baklare accident na so a tractor. Skou te war skou a body they extel dit manier. Last jam ik koeire tak na bijna krabeer. Oh men dir ta boy a die over it. Ma denk tak de girl no sabi sa a prester. A me kasa ta me tang a dem af air they take. De pote fe si krati dat want tak in nooit fair. Mana, G-Dory nego, G-Dory mana. G-Dory G, G-Dory blah. De we tie dem boy, who gone throw. Who got a guai guai libi on hold. G-Dory nego, G-Dory mana. G-Dory G, G-Dory blah. They will tell the boy who control, who put a guai guai libi on hold. As some men say, me fester look who guadoro say. Me she o men boy look who na bad man de brain. Drinking a committee that the mass festive grain. The beggy mass ragged the fool they could lose the frame. Young boy look who no man a guai ma idei. Prefata na osso a no one in no way. Waka na nga mate de guai yo men say. Ma Allah de zandi so must have one day. A libi di we libi jan a lick one day. A apwa bigi pisi en a apwa mba say. Ta de yodoro no mo pe de boyo mek me. Ta latik ma far oh yeah. Ma de boyo te ye me. G-Dory nego, G-Dory man. G-Dory G, G-Dory blah. De we tell the boy who gone through. Who put a guai guai libi on hold. G-Dory nego, G-Dory man. G-Dory G, G-Dory blood. They will tell the boy who control. Who put a quai quai libi on hold. Mata yung mas enig wa skoro yung mongo. Ene fish itaki for track ino mango moro. Ano mim te igitaki ingo sukuro. Mano po ne wane tapa uku no mo. Babylon no kisis roto. Im saptak na strafo so de wanugo. If he na next se suka strati boy da na yoso. Black a boy den problema no fo. A grown tap urin, a libi groto. Sukuf meki money ala dey say opo. A bi ebe da yo shi tak yo gro. Meka no de so taki ma meki so so. Ma de boy a da ye pe. G-Dory nega, G-Dory mana. G-Dory G, G-Dory blood. De we die de boy who control. Who put a guai guai libi on hold. G-Dory nega, G-Dory mana. G-Dory G, G-Dory blood. De we die de boy who control. Who put a guai guai libi on hold. So we live, 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 so we live. Thank you, Najidak. And this one LTF. If you love me, Kondre, come here our applause. If you love the test suit. Thank you. Thank you. Now. Kijkers, een van harte goedenavond en welkom bij de vijfde lezing georganiseerd door het Nationaal Informatie Instituut. We bevinden ons bij de congreshal. Het Nationaal Informatie Instituut heeft gemeend om in verband met 40 jaar revolutie deze lezing te organiseren. Het is de vijfde, dat wil zeggen dat er vier vooraf zijn gegaan. 2 over de onafhankelijkheid, 1 over de Internationale Dag van de Arbeid, eentje over de revolutie en dit is de tweede over de revolutie. De eerste lezing over de revolutie is gedaan door de heer Henk Herrenberg. De tweede, vandaag dus, die is gedaan door de heer Ivan Granos. Zoals u heeft gemerkt aan de woorden van de heer Ivan Granos, was hij 40 jaar terug nauw betrokken bij het gebeuren van de revolutie. Hij heeft dus gesproken uit eigen ervaring. Hij heeft ons teruggebracht in het verleden, maar hij heeft ons ook gebracht in het heden. Wat er allemaal gebeurt nu op dit moment. Het Nationaal Informatie Instituut is live in uw huiskamer en we zijn er blij om dat we deze interessante lezing in uw huiskamer kunnen brengen. Mijn naam is Juanita Ormskerk en samen met het overig personeel van dit instituut zijn we live voor u en gaan we u vertellen wat er allemaal gebeurt. Er zijn ministers aanwezig, directeuren en overige gasten. Het is een bomvolle zaal geworden waar wij trots op zijn. Dat wil zeggen dat er genoeg interesse is en dat er nog meer informatie moet komen en dat we verder moeten gaan om informatie te verstrekken over deze belangrijke en markante momenten uit onze geschiedenis. We gaan naar de gasten die aanwezig zijn hier in de congreszaal en we gaan ze een paar vragen stellen. Ik ga samen met de cameraman meelopen naar binnen, waar wij dus de gasten die aanwezig zijn ga interviewen en een paar vragen zullen stellen. We beginnen bij onze eerste gast. Goedenavond meneer, hoe gaat het met u? Helemaal top. We praten met?
Elvis Munchie. Meneer Elvis, wat vindt u van de lezing tot nu toe? Nou, een heleboel was mij onbekend. En ik heb vandaag nou eigenlijk gezien wie presteert en wie niet presteert. Begreep je? En deze regering heeft altijd mijn steun. En ik ga er altijd iets doen om hun bij te staan. Dit hele land zelf heeft de regering nodig. Zo zie ik hem. Vindt u dat er weinig informatie wordt gegeven over de revolutie? Toch wel, want een heleboel zaken zijn vandaag bij mij eigenlijk in het daglicht gekomen. Begreep u? Dus eigenlijk, als we dat eerder wisten, dan hadden we meer dan 26 zetels gehaald afgelopen verkiezing. Blijft u nog voor de discussie? Sowieso. Even wat frisse lucht happen en dan ben ik terug. Goeie aandacht verder. Jo. We lopen even verder en we gaan naar de volgende gast die wij gaan pakken. Goedenavond meneer, het Nationaal Informatie Instituut Live. Met wie praten we? U spreekt met dat Isri Rewi. Meneer Isri, wat vindt u van de lezing tot nu toe? Tot nu toe prima hoor. Wat allemaal gezegd is, is prima gezegd en is de waarheid. Ik ben niet sinds 1980, dus ik heb het niet meegemaakt. Ik heb de historie gevolgd, dat heden, wat hij allemaal verteld heeft, geloof ik erin. En ik zie dat het positief is. U zegt u heeft het niet meegemaakt, maar u heeft wel meegenomen wat er gezegd is vandaag. Wat zegt u aan anderen die nog moeten inkomen hierin, in deze informatie? Zij moeten gewoon zich berusten. Wij moeten niet aan andere mensen gaan horen. Toch? Andere mensen bedoel ik de derden. Ik ga geen namen noemen. Maar laten wij gewoon berusten wat er allemaal gezegd is. Het is positief. Deze regering, de NDP, onze regering, die met 26 zetels vandaag de regeermacht heeft, de volk hebben hun daar geplaatst en we weten dat onze mensen sowieso de regeermacht hebben en dat ze sowieso het positieve voor het land willen. Als we zien naar de aantal ontwikkelingen, zien we dat allemaal positief heeft plaatsgevonden. Er zijn nu wel wat problemen, als ik het zo mag verklaren. Maar alles komt in orde. In een huis heb je altijd up en downs. En dat mogen we ook zo zien binnen een regering. Je hebt up en downs, maar je gaat nooit altijd downs hebben. Je gaat ook altijd ups hebben. Dank u wel. En goede aandacht verder bij de discussie. Ja, zeker wel. Dank u wel. Goed, u merkt het. De gasten zijn enthousiast. En ze reageren ook enthousiast op de lezing. We gaan nog een andere gast zoeken om ons te vertellen, want we gaan vragen stellen. En we gaan naar de iets oudere onder ons. Goedenavond, mag ik even inhaken? Jazeker. Met wie praten we? U praat met de heer Campbell. Meneer Campbell, heeft u de revolutie meegemaakt? Jawel. Wat is uw ervaring? Nou, wat ik nu moet zeggen met betrekking tot de revolutie. Er is veel goed gegaan, maar er is ook veel fout gegaan. Ik ben een der eerste mannen van, ik weet of je al geboren was hoor, die de revolutie een warm hart toedraagt. Ik ga niet zoveel praten vanavond. Mijn wens is dat de mensen geschoold moeten worden. En veel productiefabrieken en dergelijke opgezet moeten worden. Ja? Want als je niet produceert en exporteert, kan je geen devisie verdienen. Daar moet er aan gewerkt worden. Ik moet zeggen, ik ben een der eerste mannen van ja, ik kan niet erop komen. Sta vast dan. Dat was de bedoeling, hè? Dus ik draag een warm hart toe, maar ik hoop dat alles wat u beloofd is, dat verwezenlijk wordt. Want op het ogenblik zeg ik hoor persoonlijk op mijn manier, die mensen hebben een goal gemaakt tegen ons, de NDP. Ik ben ras echt de NDP'er. Maar er moet hard gewerkt worden om weer die 26 zetels te halen. Meneer Campbell, heeft meneer Granoos de juiste woorden gebruikt voor deze lezing?
ik heb aandachtig naar hem geluisterd en naar die ontwikkelingen gekeken gedurende de universiteit. Dus ik hoop dus wat hij daar gezegd heeft, dat het allemaal het gezegd dat verdubbeld wordt in de komende 5 jaren als we weer gewonnen hebben. Blijft u voor de discussie? Ja, ik blijf nog. Goeie aandacht verder, meneer Kemp. Ja, u ook. En avond verder ook. Hè. U merkt het, we hebben net gesproken met meneer Campbell. En meneer Campbell heeft aangegeven dat hij ook aanwezig was 40 jaar terug tijdens de revolutie. We hebben de ouderen gesproken, maar er zijn ook jongeren in de zaal. En we gaan ook proberen om tot de jongeren te praten. En we gaan ze vragen waarom ze het belangrijk vinden om deze lezing mee te maken. Want ja, je zou denken, waarom komt de jongere naar zo'n lezing? Goedenavond, hoe gaat het met u? Dat gaat hoor. Met wie praten we? Brittany. Ik ga even plaatsnemen. Wat vond je van de lezing? Nou, ik vond het interessant. Bepaalde dingen die ik niet wist, ben ik wel te weten gekomen. Omdat mijn grootouders op zichzelf ons ook de meeste dingen over dit alles hebben verteld. En ook van mijn ouders. Dus het was interessant. Dus daarom ben ik ook sociaal gekomen. Om het van de mensen zelf, die het ook hebben meegemaakt en die ook achter het alles stonden. Ja, dat ik het heb kunnen horen uit een van de mensen, een van de sprekers. Als jongere, wat zeg je aan andere jongeren die nog moeten komen hierin om informatie te geven aan zichzelf hierover? Ik zou ze bij deze willen zeggen, als je iets nog niet weet, stap naar de juiste mensen. En dan zal je het van degene horen. En dat zoals die lezingen die hier worden gehouden, dat ze dan ook eens moeten meemaken. En dat ze er geen spijt van zullen krijgen. Blijf je voor de discussie? Natuurlijk. Ga je participeren? We zullen wel zien wat het wordt. Maar eerlijk, ik ben tot nu toe wel tevreden. En wat nog meer komt, ik kijk er naar uit. Dank je wel en goeie aan. Thank you. En ook hetzelfde. Een avond verder. En ja. Nou, we hebben het gehoord van een van de jongeren die ook aanwezig is hier in de congreshal. We gaan nog een paar mensen proberen te strikken. We gaan kijken of we de ministers kunnen vinden. En we zien ook mevrouw Sumter. Zij is parlementariër, dus we gaan even lopen naar voren waar mevrouw Sumter zit. En dan gaan we haar ook interviewen. Goedenavond mevrouw Sumter, goedenavond. Mogen we even inhaken? Hoe gaat het met u? Het gaat, dank u. Wat vindt u van de lezing tot nu toe? Ik ben sterk gemotiveerd. En ik ga u zeggen, de voorgaande jaren hebben we de lezingen ook meegemaakt. Maar elke keer weer komt er een heel ander gevoel in je op. Je voelt je gesterkt, je bent beter geïnformeerd. En je bent helemaal geïnspireerd. Je snapt dus waar de gedachte vandaan komt. Je snapt waar de partij, de Nationale Democratische Partij, naartoe wil gaan. En je begrijpt al die stappen. Je snapt waar je het voor moet doen. En je voelt je inderdaad nationalistisch en een Surinamer. Wat zegt u aan jongeren die zich nog moeten laten informeren hierover? Laat je heel sterk informeren. Ik persoonlijk, het moment waarop de YouTube-link er was, heb ik het direct geshared. Ik had heel graag, en dat bespreek ik vaak genoeg ook wel met de kameraden. Ik had heel graag dat jongeren, heel veel jongeren, van dit soort dingen vaker geïnformeerd willen worden. Wat ik eigenlijk ook heel graag heb, is dat er een sessie komt
speciaal voor de jongeren. Zodat de jongeren met niet alleen meneer Graanhoogs, maar vele anderen die weten waar het vandaan komt, hoe het is begonnen, met hun kunnen zitten en op dezelfde manier waarop ik geïnspireerd ben geraakt, het gevoel heb dat ik eraan wil meewerken, dat ze hetzelfde gevoel krijgen. Je hebt absoluut geen idee wat voor een gevoel het in je opbrengt. Wanneer je zit, geïnteresseerd luistert, je kan gewoon direct verband leggen. En dat is heel mooi, dat is een heel lekker gevoel. Gaat u meedoen aan de discussie? Ja, ik wil dat wel, ja. Ja, dat moet de bedoeling worden. Dank u wel en goede aandacht. Dank u wel, fijne avond. We hebben het gehoord van parlementariër mevrouw Sumter. Zij is ook een van de jongeren en ze heeft geparticipeerd bij de lezing, de vijfde lezing die vandaag georganiseerd is door het Nationaal Informatie Instituut in de Congreshal. Het is momenteel een pauze en na de pauze is er een programma dat ook uitgewerkt gaat worden. We hebben als activiteit nog de heer Sombra, een dichter die op het podium zal staan. We hebben een presentatie nog van de heer Graanhoogs, waar er een discussie gevoerd zal worden. En natuurlijk aan het eind hebben we een dankwoord van de directeur van het Nationaal Informatieinstituut, de heer Clifton Limburg. En er zullen ook plakaten en boeken worden verstrekt aan enkele speciale gasten die vanavond hier aanwezig zijn. We gaan nog zoeken naar twee gasten die we gaan interviewen. En we zien een hele groep jongeren hier. En ik wil graag deze jongeren interviewen. Goedenavond, hoe gaat het met u? De zon schijnt heerlijk. Waarom heb je ervoor gekozen om deze lezing te bezoeken? Nou, ik heb eigenlijk een uitnodiging gehad, want ik vertegenwoordig, ik ben een youth officer van het SDG Youth Ambassadeurs Programma. En gezien wij dus enkele vraagstukken rond de jeugd gaan moeten aanpakken of al aanpakken, dan is het wel belangrijk dat we bepaalde informatie hebben van bepaalde bronnen, zeker waarop we kunnen vertrouwen. En dan kunnen wij dat doorspelen aan de jeugd natuurlijk, want je ziet niet heel Suriname, je ziet niet de hele jeugd. Natuurlijk is de media hier aanwezig die kan helpen de informatie te delen. Maar dan als korps is het dan ook als de taak om die informatie door te doen. Dus ben ik hier als officer, als vertegenwoordiger van de jeugd, om het te volgen. Dank je wel en heel veel succes. Dank u zeer, ook voor u. Nou, u heeft het gemerkt, kijkers. Wij gaan door met deze belangrijke en interessante lezing. De pauze is afgelopen en u mag verder gaan genieten van deze lezing. Neemt u vooral de informatie tot u op. Om de sfeer nog een beetje erin te houden, hebben we voor na de pauze nog wat entertainment voor u. En hierna volgen we met de vragenronde. Dus dan heeft u nog tijd om uw vragen te noteren, uw opmerkingen te noteren, om dadelijk dus lekker vlot te starten met de vragenronde. Graag een ieder plaatsnemen en dan nodig ik uit de heer Sombra om dus zijn talent ook aan ons te tonen. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Vrede en genade van Allah zijn met u. Temi Juan Tafra, Yukarin of Kodri. Teu give you takna dinner. Temi Juan Banyapri, Yukarin of Kodri. Teu give you takna Volksbal. Temi memory den Cabra, takna of Kodri. Teu memory of you. Je tak na herdenking voor de gevallenen. Te me prijna ga den bakru.
you tak na takurusani, te preinang of you, you karen kabouters, we, sami muteki, dif you dinoblaka, pik mino. Nu is de tijd en hier de plaats om geschiedenis te schrijven. Het dagboek van de held is jouw levensverhaal. Laat Bonnie zich niet schamen over de navel waar jij ontsproten bent. Jouw land is het papier, jij de pen en vrijheid is ink. Schrijf geschiedenis. Het is mijn geheim als helderziende voor de verdrukten. Een pleidooi te houden als dichter der moderne tijd. Weigeren te sterven aan het kruis der stilte. Gimme mi pani na mi kamisa. Fu di mino wan na kunu mi gra mama ver na mineki. Bika den serbo ni fu wan sring, sondro sing. Gim baka mi pani na mi kamisa. Fu di me kaka futu. Fustong na nga me kunu manatafra. Geef mij mijn schouderdoek en lendenschort, want ik wil de vloek van mijn grootmoeder niet torsen. Want Bonnie werd verraden voor één string, zonder blikken of blozen. Geef mij terug mijn schouderdoek en lendenschort, want ik weiger aan te zitten met onbetrouwbaren. Misa singing a song opoko na loktu. Misa singing mi people kong na wang. Misa singing karding. Mek den kong nyawa mo fa lazy, drink mo fa water na ngami. Misa singing sang na winti. Winti lont mi. Winti na libi, winti na dede. Te bay e naken tabla, na me luku, me arki, ma me lespekentu, leg mi eidi kulturu. Te pa e, e prengerang kepang, na me luku, me arki, ma me lespekentu, leg mi eidi kulturu. Mata pinte naki so patam tum to ketou tum to 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 a me fear va miske grotu tum to 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 ai droma e mermi e mermi kratu tum to 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 ha me fear you me fear ite na mi jojo tum to 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 me obari droma to 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 me fear ite tum to to ai 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 droma. This is not me. Sranang, sumana sranang, sranang na mi, mi na sranang, sranang sheng na mi sheng, mi sheng na sranang sheng, mi sawa mi skouru, mi borsu konso bigile kwan kankan tribong, mi tetebonyo, mu beri onde na rutufu sranang, sranang, you na mi na wang. Twee prachtige gedichten gedaan door de heer Sombra. Nou, nu is het moment aangebroken waarop vele mensen hebben gewacht. Het moment dat u dus uw input ook kan geven over de periode 1980 tot 1987 en de invloeden daarvan die wij heden ten dagen nog mogen aanmerken. Ik nodig de heer Ivan Granos uit om dus op het podium plaats te nemen. U kunt aan deze kant lopen. Als u in het midden van de zaal kijkt, is er een microfoon geplaatst. Heeft u een vraag of een opmerking die u wilt maken, dan vragen wij u om u zich te begeven richting de microfoon. Graag uzelf eerst voorstellen, zodat we weten met wie we praten. Maar dat is ook netjes voor de mensen die thuis en online dat volgen. Dan kunt u uw vraag of uw opmerking dan doorgeven en u krijgt dan van de heer Granos dan de reactie. Het mag dus nu, als u dus een vraag heeft, gaat u alvast richting de microfoon. En dan is meneer Granos ook al hier. Ja, het was
Die momenten? Ja. Vragen rond. Ja. Ronde vragen. Oké. Okay. De mevrouw mag alvast haar vraag stellen. Oké, okay. Goedenavond nogmaals. Ik ben Melissa Monco Pinas. En mijn vraag luidt als volgt. Ik heb altijd over de riffen gehoord. En eigenlijk heb ik niet in een positieve zin gehoord over de revolutie. Mijn vraag is, waarom is het nooit eerder, waarom is er nooit over de revolutie gesproken in de schoolbanken? Waarom is het nooit in de geschiedenisboeken opgenomen? Ik hoor, toen ik lid ben geworden van de Nationale Democratische Partij, heb ik gehoord over een, dat van vrouwen hun handel, onbekwaamheid, dat is opgeheft, enzovoort, enzovoort. Maar nooit eerder. Waarom is het niet opgenomen in een boek of in de schoolbanken? Dat is mijn vraag. Dank je wel. Oké, okay, bedankt voor uw vraag. Ik denk dat het spijkerhard is. Dit is een van de tekorten van de RIVO. Er is heel veel gedaan, er is heel veel goed werk gedaan. Er zijn ook fouten gemaakt, maar wie maakt geen fouten als je werkt? Waar wij heel zwak in geweest zijn tot op dit moment, is vastlegging. En hoewel wij al 22 jaar regeermacht hebben, hebben wij ook geen kans gezien om de geschiedenis van Suriname ook op een correcte manier vast te leggen, zodat het in de hele wereld, maar meer nog bij onze kinderen, terechtkomt. Er is nog een lange weg te gaan. Maar ik beloof u, we gaan werken aan het schrijven van onze geschiedenis. Ook de geschiedenis vanaf de Indianen. Want de geschiedenis waar wij uit hebben geleerd, is een foute geschiedenis. We hebben geleerd dat Piet Hein, zijn namen benen klein, maar zijn daden benen groot. Hij heeft overwonnen de zilveren vloot. Abij de was zeerover, wat voor voerman. Uitgezonden door het koningshuis om te gaan roven. En hij wordt geëerd. En baron Bonnie en Scholiker, die vechten voor vrijheid van Suriname, die moeten dood. Dus u heeft gelijk. Waarom is het er nog niet? Ik zal die vraag doorgeleiden. Nee, ik ga meehelpen om ervoor te zorgen dat de geschiedenis geschreven wordt. Het is geen proces van een dag. Het duurt jaren. En omdat er zoveel te herschrijven is, zal het tientallen jaren duren. Maar de recente geschiedenis kan heel snel op de scholen gepresenteerd worden. Dank u wel. Dank u wel. U kunt naar de microfoon gaan als u een vraag heeft. Doe het open. U kunt even naar beneden richten, die microfoon. Juist. Ja? Goed zo. Dank u wel. Mijn naam is Sadi. Ik wil u vragen, hetgeen u naar voren heeft gepresenteerd. We hebben nog 98 dagen, als ik het goed heb, naar de verkiezingen. En u weet, er zijn heel wat first voters. Zou het niet mogelijk zijn, hetgeen u naar voren hebt gepresenteerd, wat duidelijker de verschillen tussen voor 80, in 80, met de regering waar oude politiek aan zit, Venetiaan 1, 2, 3, en het verschil onder leiding van Bouterse, om het op papier te zetten en dat naar de jeugd te spreiden via de structuren van de organisatie waarin u zit. Omdat het heel duidelijk en verhelderend, en deze informatie is heel belangrijk voor de jeugd, aangezien we dit nog niet op de scholen hebben voortgeschoten gaat. Dus ik zou u vragen om die mogelijkheid te bekijken. Dank u wel.
Oké, het is in het verlengde van wat die mevrouw daarnet aangaf. Ik ben beschikbaar. Dit is wat ik doe. Elke dag. En ik heb me beschikbaar gesteld voor alle hoeken van dit land waar mensen wonen. Als mijn agenda het toelaat, kom ik. Maar nee. De leiding van de partij zal informatie, want dit is maar een klein beetje informatie. Er is zoveel meer informatie. De leiding zal hier van op de hoogte gebracht worden. En ze zullen, als het kan helpen om ons over die streep te trekken straks, wat ik zeker denk, dan zal de leiding daar gebruik van maken. Dank u wel. Graag in de microfoon praten, meneer Sloten. Kenneth Sloten. Ik wil eerst complimenteren voor die mooie lezing. De onderwerpen die erin aan de orde zijn gekomen, zijn zoveel dat we in een paar uurtjes het niet kunnen uitleggen. Maar er is toch eentje waar ik extra aandacht voor vraag. Omdat ik me kan voorstellen dat er mensen hier in de zaal zitten, jouw gehoor, en mensen buiten die het ook horen. En niet weten dat er ooit een situatie heeft bestaan in Suriname waar de gehuwde vrouw niet bevoegd was om bepaalde handelingen te plegen. Je hebt genoemd het opheffen van de handelingsonbekwaamheid van de vrouw. Kun je het alsjeblieft vertalen voor ons, zodat mensen kunnen begrijpen wat we daarvoor hadden? Mogen die camera's uit? Jullie vrouwen hadden geen moer te vertellen. Geen moer. Jullie hadden niks in de melk te brokkelen. En hoe moet je het zien? Ik ben met mijn vrouw, we zijn getrouwd, we hebben 2, 3 kinderen, de kinderen groeien op, wij hosselen, we werken hard, we hebben een huis. We hebben een huis, zij en ik. De kinderen worden groot, ze gaan uit huis, mami, vrouw, de. En ik vind een kleine meid. En ik schrijf dat huis op naam van die kleine meid. En jij wordt eruit gezet. Is het zo duidelijk? Je had geen moer te vertellen. Simpel. Meer smaken zijn er niet. En Boutersen zegt, meedenken, meebeslissen, meedoen. Stree heeft stree. Schouder aan schouder. Maar hoe schouder aan schouder wanneer de vrouw geen inbreng heeft? Die vlieger gaat bij ons niet op. Dus, is meeting, veranderen dat ding. Simpel, dat is het. Ook een bankrekening mag je niet. Je moet toestemming hebben van die kerel. Ja, meneer Granoos. Ik wil eigenlijk geen vraag stellen. Maar ik was 16 jaar oud toen... Uw naam, graag meneer. Oh, mijn naam is Lucien Blinken. Ik was 16 jaar oud, die Arevo ging. En ik heb meneer Sederboom gekend met een plaat en mijn onthouden plaat. En een poem dat hij, mijn oma lieve gwe. Dus ik ga het even geven. 25 februari 1980. Ingreep. Staatsgreep. Ik weet niet wat het is. Mi bra bigi manu schrift da lokte duaro kodisi. Mam na sabtu. Abika dat enti na 25 februari 1980 ne fossi de kosabi suma na wi. Wi ni aso na di vicenci kontron brashon waswasi ne fossi de reher na wi. Na na tu sortu skoutu den yagi wi. Aishen tekiwi, aishen kisimi, aishen mitiwi. One port one,
wambuang bekawan sarati mekukofen wan tratam presi na striki. Mana ala sipu bengo bende wan jugu jaga nangawan tesi wi e di dong esri bisuiti. Ma we begiden uno trapuwi uno skopuwi serefuno pingiwi bikadago tes famisuiti. Met mond vol tanden heb ik ze één voor één wakker geschud door horden van mijn mond. Immers uw liefde is als een morgenwolk en als de dood die de Heer vergaf. Wat zal ik u aandoen, o Juda? Wat zal ik u aandoen, o Ivra? Ik dank u. Dank u wel. Meneer Granos, misschien kunt u voor de jongeren die er niet waren even uitleggen wat dat was? Ja. Je weet het zelf ook niet. Ik vind het alleen mooi. Nou, dan is dat de story van meneer Cederboom was ook lid van de NMR. Hij was muzikant en hij was dichter en hij bracht altijd in adjersies. Mm. Situaties gaf hij de aan. Oké. Okay. Nou, er is een mevrouw bij de microfoon. Uw naam graag. Ja, goedenavond iedereen. Ik ben mevrouw Williams en ik heb een vraag. Ik heb over zoveel ontwikkelingen gehoord van 1980. En er kwam iets in me op van waarom werd de avondklok ingesteld? Ja. Het is geen strikvraag, toch, mevrouw? Nee, omdat ik heb mijn moeder erover horen praten. Maar. Ja, de avondklok. De militairen hebben de macht overgenomen. Je moet controle kunnen houden. Eenmaal 24 uur op het reilen en zeilen in het land. Het is nieuw. Je hebt nog geen goede regels en instituten om alles onder controle te houden. Je wil 's avonds ook een beetje slapen. Dus je zet de avondklok, waardoor het rustig wordt 's avonds. En alleen urgente gevallen mochten dan door. Je werd aangehouden. Als je je kon legitimeren, je goed argument had, kon je doorgaan. Zo niet werd je naar de Mimberboekenkazerne gebracht. En je ging op de tennisbaan zitten tot 's morgens 6:30, geloof ik. En dan mocht je naar huis. Het was gewoon een maatregel om het mogelijk te maken voor de machthebbers op dat moment om controle te houden op zaken, overzicht te hebben op zaken. Dank u wel. Welkom. Ja, ook goedenavond van mij. Goedenavond. Mijn naam is Joab Aboykoni. En mijn vraag is, dus er is me vaak verteld dat de inlichtingen in de jaren 80, dus tijdens het militair gezag was, dat een Amerika en ook de andere, toplanden wat inlichtingen betreft, eigenlijk bang waren voor de Surinaamse inlichtingen. Maar dus mijn vraag is, was dat werkelijk zo? Dat is nieuws voor mij. Misschien ook iets aan boem. Want als ze bang waren voor ons, misschien is dat de reden waarom wij zo succesvol konden doen wat we deden om te eindigen vandaag met 26 zetels. Nee, ik denk het niet. We waren op onze kivive, bij opa, bij Pirai, daarom die avondklok. Niks mocht passeren dat we niet wisten. Toch? Dus waarschijnlijk heeft iemand dan een verhaal gesponnen daaromheen. Maar nee, ik denk dat de inlichtingendiensten van Amerika en vele andere landen meer sophisticated zijn dan wat wij hebben tot op dit moment. Maar om ter verduidelijking hoor, deze vraag is in verband met een geschiedenisscriptie over het Nationaal Leger voor de school, dus vandaar deze vraag. Ik zou je aanraden het niet zo te schrijven. Ja.
Meneer Limburg, wilt u het niet in de microfoon doen? Pogingen die mensen ondernemen. Mensen vallen je ook niet altijd zomaar binnen. Dat ze er waren. 8 december. Mensen waren bezig. Het staat geschreven in processenverbaal. Maar wanneer we hier een vooroordeel hebben. En bij voorbaat dat deel weghalen uit het ding. Dan krijg je een pasquel, ja. En ik sta daar niet achter. Holland veroordeelt Bouterse. Door iemand aan te zetten om valse verklaringen af te leggen. En dan veroordelen ze hem. En dat was een leuk, mooi gezicht. Alsof er niks aan de hand is. Het is een politiek besluit. En in dit soort gevallen besluit altijd de hoogste baas. In Amerika zijn dingen afgeblazen. Ook in Holland zijn dingen afgeblazen. Maar dat dingen bezig waren, zich aan het ontwikkelen, aan het roeren, dat is 1000% zo. Begrijp je? Dank u wel. De mevrouw die was opgestaan en daarna die meneer. Dank. Goedenavond. Mijn complimenten voor deze geweldige presentatie. Dank u wel. De vorige sprekers hebben gevraagd dat u het in een boekvorm zet. Veel mensen lezen niet graag. Mijn vraag naar u is, als u met deze presentatie naar de districten kan kunnen gaan, naar de resorten bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat in het bijzonder komen wenen. Graag zo'n presentatie zou willen. Uw naam, mevrouw? Ik ben mevrouw Brown van Bureau Volkscontacten. Inspecteur Brown van Kamerwegen. Ja, het was net op live. Dus het is al viraal, het is in heel de wereld. En u krijgt het, u kunt het krijgen op bandjes, u kunt het krijgen op een stick, u krijgt het. In alle vormen krijgen. Het enige wat niet kan, ik kan niet op 2 plaatsen tegelijk zijn. Het is misschien handig erbij te vermelden dat het Nationaal Informatie Instituut van alle voorgaande lezingen het in boekvorm heeft geplaatst. Die kunt u via onze website ook wel teruglezen. Dus ook van deze lezing komt er een boek. Dank u wel. Ja, ik ben Ricardo van Frederici. Ik heb eigenlijk 2 vragen. Als dat mag. De eerste vraag is, u had het over 40 jaar revolutie. En als ik zo u gehoord heb, is de eenwording eigenlijk nog niet tot stand gekomen. De eenwording binnen Suriname. Oké, mijn vraag is van, ik zou dus graag willen weten waar het te wijten is dat eigenlijk het niet gerealiseerd is. Heeft het te maken met de verschillen, de denkwijze, met... En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld, u had het over een, zeg maar, ik noem een voorbeeld, de Hindustanse partij, die denkt in één richting. Is dat niet een blokkade voor die samenleving om anders te gaan denken hoe wij dus eigenlijk die samenleving tot één geheel kunnen maken door middel van de taalbarrières die dus op locaties plaatsvinden, met name op de werkvloer? Moet het niet daaraan gewerkt worden? Ik denk dat u gelijk heeft, correct. Maar de eenheid, ik heb net aangegeven, de eenheid onder de Surinamers, de Sranamang, gaat alleen maar groter worden wanneer we beseffen dat het niet vanuit een etnische gegeven moet plaatsvinden. Het volkslied zegt, Kondremang. Ik begrijp dat woord verbroedering ook niet, want we waren verbroederd. In ons volkslied zijn we verbroederd. Maar nu, de kolonisator die ons heeft toegestaan politieke partijen te maken, heeft het ook slim bedacht. Maak etnische partijen en dan manipuleer je ze. Dat gaat langzaam maar zeker ook wel in je DNA zitten. Nu, Bouters is gekomen. En één ding is duidelijk. Eenheid komt niet met een toverstok. Eenheid,
Waar Bouten ze wel voor gezorgd heeft, is dat we de rassen elkaar niet uitmoorden. Dus 80 kwam op het juiste moment. Er werd niet meer gebrand, want de stad werd al verbrand. En het verhaal is waar het is begonnen, wie de opdracht heeft gegeven. Eenheid is een proces. En daarom zeg ik, het proces van de NDP, het heeft 28 jaar geduurd. Om 118.000 mensen achter een bepaald iets te krijgen. Die 97.000 moet je splitsen. En dan ga je de voorsprong zien die de partij van ons heeft. Als je die 97.000 splits naar etnische dingen, dan ga je zien dat het verschil tussen ons en de grootste van die anderen 3 maal is. Of meer dan 3 maal. Dat betekent, als zij vandaag besluiten ook aan de eenheid te werken, misschien kan het een beetje sneller. Maar het gaat niet lukken in 20 jaar hoor. Het werkt niet zo. Het werkt planmatig, consistent. Daarboven moeten de mensen ook geloof hebben. Wanneer we ze bij elkaar roepen voor eenheid, dan komen ze met hun problemen. En wij van de NDP en de militairen toen zijn het best in staat geweest om die noden die ze hadden te helpen oplossen. Dus, jij komt met een probleem, ik help je, dan leg ik je ook uit. Dat hoe krachtiger we worden, hoe meer problemen we voor elkaar en anderen kunnen oplossen. Eenheid is het sleutelwoord, maar daarvoor heb je de mensen nodig. We zullen dus de mensen, mannetje, vrouwtje voor vrouwtje, moeten mobiliseren, moeten aangeven wat die eenheid inhoudt. En dan gaan ze, ik heb hier opgemerkt dat mensen zeggen, hé, maar dit wist ik niet, laat iedereen dit weten. Want dat helpt ze om het verhaal in het veld op een betere manier, een meer effectieve manier te brengen. Begrijp je? Dus eenheid is nodig. Eenheid maakt macht. Wankofu, nanga wanfinga, inoma drink bravo. Begrijp je? Dus eenheid moet. Eenheid gaat komen. Hoe snel het gaat komen, wij weten het voor ons. We weten het voor die andere partijen. Ik ben niet helemaal tevreden met uw antwoord, maar ik zal het accepteren. Omdat ik praat over de taalbarrière in principe. Oké, okay, mijn tweede vraag is gebaseerd op de ontwikkeling. Welke richting gaan we op om te weten, ik noem een voorbeeld, gaan we de socialistische kant op? En dat is allemaal onduidelijk. Dat moet duidelijk zijn naar het volk toe, zodat het volk ook weet waarmee we bezig zijn. Heeft u de documenten van onze partij gelezen? Ik heb ze niet gelezen, maar je hoort hier en daar wat informaties. U kan ons op onze website gaan. Mm-hmm. Onze partij. Weet u waarom ik dat vraag? Omdat ik deze vraag al bij de vorige bijeenkomst had ik zo'n soortgelijke vraag ook al gesteld. En ik vind, we moeten kiezen waar we naartoe gaan. Welke richting? Dat is voor mij belangrijk op dit moment. Welke richting? Je kan kiezen voor een socialistische kant die misschien belangrijk is. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk ding is. Of tenminste, het socialistisch denken is zeer belangrijk voor dit land. U heeft dat niet gehaald uit mijn toespraak. Nee. Ik heb gezegd dat de overheid heeft besloten dat we een staatsziekenfonds gaan maken. Right? Ja, dat klopt. We zouden daarin ambtenaren en minder draagkrachtigen inzetten. 40.000 in 87, 43.000 in 2019, 97.
150.000 in 2015 en 400.000. Dus meer dan 66% van de samenleving wordt medisch-wise verzorgd door de overheid. De overheid subsidieert een paar miljard aan zwakkeren, aan, hoe heet het, mensen met een beperking. De overheid subsidieert de hele samenleving energie en water. We zijn op een sociale koers. We zijn niet op een communistische koers, we zijn op een sociale koers. En die signalen hebben we vanaf 80 afgegeven. We moeten ze niet verwarren met wat andere mensen zeggen. Wij varen een sociaal-democratische koers. Oké, dat is een duidelijk antwoord. Dat wil ik horen. Maar, en dan nog een keer. Dat van die taalbarrière. Die taal, één taal. We hebben een gemeenschappelijke taal. En je kan niet voorkomen, dan moet ik Arawaks gaan leren. Of we moeten verbieden dat de mensen Arawaks praten. Dus wat dat betreft, ik denk juist het schone in ons land is dat die multi-etnische, multiculturele en multi-multi... Het is juist de charme, hè? Maar het kan ook tot ondergang leiden. Dus, maar goed, ik ga het niet belaten. Ja, maar dan gaan we een langere discussie moeten voeren. Precies. Omdat ik proef... Maar laten we een andere discussie. Okay. Je kunt mijn nummer opvragen. Want anders ga ik dingen hier zeggen die misschien verkeerd gaan overkomen bij andere mensen. Oké, is goed. Dank u wel. Wow. Oké. Mag ik? Ja, u kan. Oké, Paulus Asoiti. 3 vragen. Ja, de Binnenlandse Oorlog van 1986. U hebt aangegeven in uw presentatie waar er gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt. Is dat een fout geweest van de militaire raad toen, dus dat er toch zo'n oorlog is ontstaan? Gaat u meteen alle 3 vragen stellen? Alle 3 vragen, oké. En, nog een keer, dus die laat me direct antwoorden. Okay. Dat is misschien makkelijker. Okay. Wij zijn die vuile oorlog niet begonnen. Dus als dat het beeld is dat u hebt... Nee. Dus dat bedoel ik niet. De militairen zijn dat niet begonnen. Maar het is geslopen in het systeem. Maar ik bedoel, is het een fout geweest van de militaire raad dat er ergens een opening is gekomen, dat er zoiets is ontstaan? Nee, de contra, en met name Nederland, is altijd bezig naar openingen te zoeken. En ze hebben toen Brunswijk een mooi slachtoffer gevonden. En dat is gebeurd. Brunswijk heeft zelf op de televisie met Johnny Kamperveen en Van Klaveren uiteindelijk verklaard, gewoon op Apinti televisie verklaard, dat zij hun werk al hebben gedaan. Ze hebben die stuwdam proberen op te blazen en hebben ze zo rondom Paramaribo komen wijnen al omsingeld. En die lafaards, de politieke mensen van Paramaribo, hebben ze in de steek gelaten. Ze waren zeer boos, zeer gebellig. Het was allemaal een scenario opgevoerd om die militairen van hun stokje te krijgen. En Nederland was de hoofddader in deze. Oké, duidelijk. Op een gegeven moment in 87 dacht ik bij het aannemen van onze nieuwe grondwet zijn we begonnen met de regionale raden, toch? Ja. Had dat als achterliggende gedachte het decentralisatieproces? Wat was in feite het doel daarvan? Correct. Dat was zeer zeker een van de redenen. Omdat tot nu toe decentralisatie
nog steeds niet in volle wasdom is uitgevoerd. Vanuit de volkscomité was de gedachte altijd, hoe mooi is het niet als de mensen in hun omgeving mede kunnen bepalen wat er daar moet gebeuren. Zo is die gedachte ontstaan. Toen die grondwet werd geschreven, hadden wij niet door dat daarmee de posities en de functies die de volkscomité's hadden, zouden worden weggemaakt. En dat is waarschijnlijk iets wat we gauw moeten herstellen. Want behalve de RR en de DR, is het wel noodzakelijk dat elke buurt zijn eigen mensen heeft waar we dingen kunnen bespreken en kunnen oplossen. Het was een mooi systeem. We hebben de mensen in het wettelijk kader gebracht. En vaak gedragen ze zich als ambtenaar en niet meer als partijmensen. En dan loopt het mis in het werk dat ze in hun omgeving moeten doen. Dus daarop zou ik komen, want als je goed let in het veld, dat ding werkt niet echt zoals het zou moeten werken. Precies. Dus ik denk we moeten een grondige evaluatie erover maken en kijken hoe we het over een andere boeg kunnen gooien in de komende periode, zodat Asan kan rocken. Sitcom. Ja, zeker. Yes, oké. Okay. Ik denk dat mijn derde vraag ook al beantwoord is. Thanks. You're welcome. Dank je wel. Terwijl de volgende persoon richting de microfoon loopt, wil ik de aanwezigen erop wijzen dat er op 22 februari aanstaande een hele mooie dag is in Suriname. Het is dus de geboortedag van Cornelis Gerard Anton de Kom, ook wel bekend als Anton de Kom in Suriname. En zijn geboortedag zal dus herdacht worden. Dit gebeurt in de guesthouse van de Anton de Kom Universiteit. Het start om 5:00 met een kranslegging. En er zullen wat voordrachten en een lezing zijn gehouden door mevrouw Belhout en de heer Kenneth Sloten. Het wordt georganiseerd door de Papa Anton de Kom Suriname Conscious Movement. Dan weet u dat dan ook. Alsjeblieft, meneer. Dank u. Good evening, everybody. Mixed feelings and deep regrets that if I try to speak in Suriname tongue, it will be a stand-up comedy. Okay. But can we get your name, please? Trevor Sears. I'm from a nomadic Caribbean family. Hmm? My parents were Grenadians. I'm Trinidadian. Part of the family are Trinidadian, Grenadians, and Guyanese. So we lived in the region. Maurice Bishop was my cousin, and he died in a revolutionary process. My younger brother died in the invasion of Grenada. I must compliment the revolution here for a successful job. For a country that was colonized for 300 and something years, and the development, bringing the nation together, is astronomical. This can't be matched with nowhere else in the Caribbean. You know. Thank you. The legacy of the revolution, the industrial legacy, came out of power industries. And during that period, they had a whole set of small industries developing in this country. The whole effect of the Brunswick War and everything is foreign intervention, Holland. It is very open, you know, you don't have to go to university to see this. The process started, I think, with the awareness with Anton de Kom, trying to represent Surinamers. Sorry. And you can see that they kept us in total idiocracy, you know. They meant to keep us as fools. Mm-hmm. We have passed that bridge. But you see, after so many years of development, we have a different issue now. Holland is now pushing the issue again, you know. We fell asleep after the revolution became NDP. And we went into a deep coma. The whole country fell asleep, deep into sleep. And we woke up and realized that we have nothing. We're on the verge of going back into slavery. You know, total slavery. My question here is, can we make an institution
for the power industries as the legacy of building something out of nothing. I'd be happy if something could be developed for this. You have done a fantastic job and keep doing it. Thank you. Thank you. Meneer Granos, ik wil toch wel even voor de mensen die dat niet hebben verstaan, vertalen. Voor zij die het niet hebben verstaan, de meneer heeft dus complimenten gegeven. En hij vraagt dus of het mogelijk is of er een instituut tot leven gebracht kan worden ter nagedachtenis van de para-industrie en wat het heeft betekend voor de ontwikkeling van Suriname. In het kort samengevat. Heeft u daar wat op te zeggen? Ja, ik moet die meneer, I have to thank the gentleman. En no, not only an institute. We will rebuild para industry. Ze hebben het allemaal verstaan. Oké. U heeft het wel verstaan, dus de volgende persoon heeft nog de ruimte. We hebben nog een 10 minuut voor vragen. Voordat wij afsluiten, als u richting de microfoon gaat. Kameraad Granos, heel hartelijk dank voor jouw presentatie. Het was gewoon geweldig. Het is onmogelijk om in één presentatie alle belangrijke gebeurtenissen samen te vatten. Uw naam graag. Nee, de Laurens. Maar ik heb een vraag gehoord, wat mij toch wel aanleiding heeft gegeven om hier te komen, om aan te vullen, om te voorkomen dat dingen verkeerd over worden gebracht. Wat de gemeenschap goed moet begrijpen, is dat, commandant Granos heeft gezegd, de Hollanders waren de eerste die ons hebben erkend. Omdat zij in hun gedachten ervan uitgingen dat wij hun jongens zijn. Het grootste graag in de microfoon praten. Het grootste deel van, en inclusief de leider van het geheel, zijn militairen die in Nederland zijn opgeleid en naar Suriname zijn gekomen om invulling te geven aan het Nationaal Leger. De gedachte was, en dat hebben we onderzocht, om in feite TRIS te voor-Surinamiseren. Van de SKM zou dus een soort verlengstuk moeten zijn. Niet een leger in de zin van het verdedigen van het Surinaams grondgebied, maar het verdedigen van politieke belangen van groepen. Het is ook om die reden, nog voor de coup, had Elstak ook een keer al opdracht gegeven dat we de politie zouden moeten ondersteunen wanneer mensen op straat zouden komen om te protesteren tegen de wantoestanden in het land. 1. 2. De kwestie Brunswijk. U moet weten, wanneer de revolutie maakt, heb je een keuze gemaakt. En onze keuze was vanaf het begin zo luid en duidelijk dat Nederland die ontwikkeling, zijn hulp direct heeft gestopt. Er is een moment geweest dat een paar toppers, Boutersen, ik dacht commandant Granos en nog iemand, socialisme heeft geproclameerd. Dat was in 81. Als ik me niet vergis, was het in 81. Nou, toen was al ontwikkelingshulp gestopt. Op het moment dat je kiest voor revolutie, heb je contra-revolutie. De eenheid moet, we moeten er naartoe werken, maar absolute eenheid is niet haalbaar in een sociaal-democratisch systeem. Ook niet. We zijn allemaal nationalen, als zodanig zijn we één, maar er gaat altijd politieke denkverschillen en politieke richtingen zijn. Want wij zijn sociaal-democraten, zo voelen wij ons. Onze keuze is nadrukkelijk en heel nadrukkelijk door de leider van de revolutie meermalen herhaald. Tegelijkertijd betekent het dat je daarmee onmiddellijk ook vijanden hebt gecreëerd. Want je gaat heilige huisjes moeten intrappen. Je gaat hun belangen moeten aantasten. Wil je revolutie maken in dat land? Dus je creëert, zonder dat dat jouw doel is, tegenstanders. En die tegenstanders worden vijanden. Dat wil ik zeggen. Dank u. Dank u wel. Thank you.
Goedenavond, mijn naam is Wensley Burleson. Goedenavond. Ik ben een economische vluchteling geweest vanwege diezelfde terroristische aanslagen op de stroomvoorziening van de Afobakadam, die drie aanslagen. Dus ik ben gevlucht uit Suriname. Maar ik heb twee vragen. Hoe kan het dynamische Surinaamse proces kan het worden opgeschaald naar de rest van het CARICOM-bevolking? Want wat ik hier hoor van meneer Graanhorst, of commandant Graanhorst, ik wist het niet. En ik heb veel geleerd. En de vraag twee is, wordt het geen tijd om te onderzoeken of het niet mogelijk is om een reële volkenrechtelijke proces te starten tegen politieke elementen in Nederland? Ik wil mijn nummer wel achterlaten, ik ken ze allemaal. En ik ken ze bij naam en toenaam. Eén belangrijke die ik wil noemen is de leider van de Binnenlandse Oorlog. Dat was procureur-generaal Arthur Dokters van Leeuwen. Super PG. En ik denk dat hij een oorlogsmisdadiger is. En als u dat alleen al bekend zou maken, zou men in Nederland helemaal direct naar de psychiater gaan. Dank u. Dank u wel. De advocaat, als ik mag antwoorden, van meneer Boutersen in Nederland, heeft dokter Van Leeuwen nu voor het gerecht gedaagd. Nu. Wat was die eerste vraag? De eerste vraag heb ik niet kunnen noteren. Wat kunt was uw eerste vraag? Even in de microfoon, AUB. U bent atleet. Hij is in goede shape. Ja, zeker. Hoe kan het dynamische Surinaamse proces, dus de revolutionaire proces, worden opgeschaald naar de rest van de CARICOM-bevolking? Haiti bijvoorbeeld, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Ik noem al die landen die zijn ingepikt door het imperium. Of kunnen worden ingepikt door het imperium. Zelfs Brazilië is ingepikt door het imperium. Dus, zo. Wat onze leider Boutersen, zeker als president, maar toen al, wanneer we praten over opschalen, dan betekent het eerst dat we elkaar moeten begrijpen. We moeten elkaar kunnen omarmen. We moeten de ruggen naar elkaar toe kunnen keren. Ik weet dat als president, hij heeft geproclameerd, hoe heet dat? Industrieën, enterprises. Laten we beginnen te kijken wat ons bindt. Laten we het uitwerken. Met zijn collega, president-premier Motley van Barbados, heeft hij zoiets. Suriname heeft voorgesteld aan Barbados. Je hebt daar geen land. Je hebt veel nodig voor je mensen en je toeristen. Kom naar Suriname, kom kijken als je het zou willen, dan stelt Suriname een stukje grond ter beschikking. En dan kun je hier produceren om naar Barbados te exporteren. En zo moet je het multipliceren naar al die eilanden in het Caribisch gebied. Ik denk dat Chagaramas ook dat stukje inhield. Maar we hebben te veel ellende meegemaakt in het Caribisch gebied. Waardoor je eerst moet werken aan vertrouwen. En het vertrouwen onderling is nog niet op het niveau waarbij we vrijelijk, ook op politiek niveau, met elkaar diepe dingen kunnen gaan doen. Yes, volgende vraag. Kan iemand die meneer even met de microfoon helpen? Eén moment, meneer. Ik wou wat... Dank u wel. Uw naam? Parisius. Yes. Ik volg ook wat er gebeurt in het land. En ik zeg altijd... Wees tot die foto... In de moeslukopee vadom, mijn lukopee stot die voet. En dat is met Suriname gebeurd, met de onafhankelijkheid.
dat wij van Nederland moeten scheiden. En Nederland vond het ook niet leuk, want het is in hun handen teruggekomen. En ik zag al die joegoejoegoes dat gebeurde in het land. Altijd die Nederlanders, hun naam, of ze waren altijd bij betrokken om de ene aan te zetten tegen de andere tot op de dag van vandaag. Dus daarom zeg ik toch dat Peefado, in een bloeko Peefado, maar een bloeko Pees tot die foto. En dat probleem moet een keertje opgelost worden. Daarom ben ik blij met die lezing van meneer Granus. Want ik denk nooit dat zulke een kolonisator die een kolonie losgelaten, die ervoor gaat zorgen dat die kolonie net zo groot als hij wordt. En dat is een probleem in deze wereld. En daarom zeg ik, alles wat was gebeurd, eigenlijk dat in een constructie de man media, in een kolonisator die zoet vijf alle zee, vaak onder de bron. Dat is het probleem. Want iedereen kijkt dat naar hier, naar hier. Maar wie is er mee begonnen? Ik geloof dat het dat vaar, dat tek, dat is het goed. Is iedereen dat golf, dat confetti? Je boycott dat, je boycott dat, alles hier. En daarom word ik blij met de Granus vanavond met wat hij hebt gegeven. Dat programma van u, dat er klein beetjes op de televisie, op de radio naar voren komt, zodat wij als Surinamers beter gaan begrijpen wat het probleem is in dit land. Want dit land wordt niet opgelost met de mond. Dit land wordt opgelost om samen, net als wat u zegt, te bundelen en onze verstand te gebruiken. En God aanroepen om te geven ons wijsheid en inzicht hoe we verder moeten gaan zonder Holland. En dat is ons probleem in Suriname. Maar ik wil u toch vragen dat bepaalde van die inleidingen toch komen in programma's, zodat de Surinamers kunnen begrijpen wat ons probleem eigenlijk is. Want ze wijzen eigenlijk elke keer, zelfs toen meneer Aron zat, schroeien die Hollanders, ze zijn incapabel om het land, omdat het land niet terug is gekomen in hun handen. En dat zal zo door blijven gaan. En je hebt toch Surinamers in dit land nu die vinden dat Holland terug moest komen. Ze niet begrijpen dat je gaat nooit de helft van die kolonisator worden. Daarom ben ik blij, meneer Granus, als er bepaalde delen en mensen kunnen komen die het kunnen teruggeven, dat wij als volk gaan begrijpen wat er aan de hand is en dat wij alles los moeten laten om weg te gaan, want onze eerste mensen die wij op de landen zijn onze Zuid-Amerikaanse landen die ons kunnen helpen dan die Europeanen. Dank u wel. Dank u wel. Ik denk dat het duidelijk is. De president heeft correct aangegeven waar we met dit land naartoe gaan. De president heeft correct aangegeven dat Suriname moet bundelen. We moeten samen komen en gaan beslissen welke weg we gaan bewandelen. Want de toekomst van Suriname is vanaf die oliefonds nog rooskleuriger geworden. En ik heb nieuws voor Holland. Ze zijn nu groot in geld. Ze zijn altijd klein geweest in karakter. Dank u wel. We gaan richting het einde van de vragenronde. Gaat u gang. Mijn naam is Algo Awinash. Ik heb, eigenlijk wil ik meneer Granus bedanken wat u naar voren heeft gebracht. En als ik alles goed heb begrepen, dan kan ik daaruit weghalen dat het niet de afkomst van de Surinamer telt, maar de toekomst van de Surinamer telt. Wat Wouters heeft gedaan. Thank you. U bent de gelukkige laatste persoon. Ik heet Matsowi Kromo.
Bij mijn inleider is het niet onbekend, denk ik. Omdat ik vanaf 26 februari al een saluut heb gemaakt. Om te beginnen eigenlijk met het ondersteunen. Hoe komt dat? Er was gevraagd en ik heb gehoord dat er twee belangrijke kompassen waren genoemd zo net. Namelijk die, dat volkslied en ook het manifest. Maar ik mis toch één belangrijk, ik verbeter u niet meester, maar dit is belangrijk. Op 26 februari 1980 had ik de vlag uit direct gehaald en de leerkrachten en leerlingen gevraagd, jongens, we gaan om de vlaggenmast en we gaan nu ophijzen. Dus ik vind ook heel belangrijk dat de vlag van Suriname, we gaan dat altijd respecteren. En ik ben blij dat u vandaag hier staat om ons eigenlijk te laten fietsen vanaf 80 tot nu. En die ontwikkeling spreekt voor zich. Belangrijk is ook dat eigenlijk de naam Volkscomité eigenlijk komt van People Connect, VC, Volkscomité. En wat hadden wij beoogd om eigenlijk het volk van elke buurt eigenlijk te bundelen. Om eigenlijk te komen tot de ontwikkeling van wat eigenlijk hun moeilijk maakt. En dat is eigenlijk uitgegroeid nu. We hebben het vastgelegd in de wet als ze zijn de wet van wat die centralisatiegedachte in zich heeft. En dat is heel belangrijk tot nu toe. Okay. Dat moet inderdaad tot wasdom komen. Maar dat komt alleen maar door deze drie letters. D, D, B. Denk eraan, doen, denken, beslissen. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Yes. Oké. Okay. Met de heer Arsene Kromo zijn we gekomen aan het einde van deze vragenronde. Maar nog niet het einde van de avond. Omdat ik dus de directeur van het Nationaal Informatie Instituut wil uitnodigen. Hij moet nog iets speciaals voor de avond doen. Ja, iets speciaals. Ik wil vragen aan, en ik hoop dat die heren nog in de zaal zijn. De, ja, ik leer met mijn heel gewicht op dit ding. Meneer Caldera, kunt u even naar voren komen? Ambassadeur Lal Mohammed. En meneer Hellenberg, ambassadeur Hellenberg, is die intussen vertrokken? Helaas. U kunt via die trap. Het is jammer dat we oma Henk gemist hebben. Mag ik hiervan gebruik maken? Mag ik u overhandigen? Je mag best wel voor ons even kijken hoor, wat er allemaal in is. Het vertellen aan het publiek. Het is een oorkonde. Een eerbetoon voor het werk wat we doen, wat we graag doen. We hebben het met plezier gedaan. En natuurlijk kopieën van de verschillende inleidingen die er zijn geweest de afgelopen 4. 1, 2, 3, 4. En ik kijk met genoegen uit naar nummer 5. Dankjewel, Miss Caldera. En natuurlijk ook de overhandiging voor ambassadeur Lal Mohammed. Een plakkaat en alsjeblieft. En de 4 exemplaren van de lezingen die we dus hebben georganiseerd. Vanaf november 2017. Dit is voor meneer Granoos. Kan gebeuren. Dit is voor meneer Granoos. Mag meneer Lal Mohammed zijn pakketje. Ze zijn beide even interessant geweest. Maar Granoos is Granoos en Lal Mohammed is Lal Mohammed. Ja toch? Wel de juiste toch? Alsjeblieft. Wat zegt u daarbij?
Nou, ik wil heel hartelijk bedanken. En wat we doen is namelijk wat we eigenlijk verplicht zijn te doen voor dit land. Het is geen gunst en het is geen eer, maar het is een verplichting die wij hebben genomen om onze bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van dit land. Prachtig. Dank u wel, ambassadeur Al-Mohammed. We gaan van meneer Granoms. Ja. Van de heer Granoms, graag. En dan wil ik u nogmaals bedanken voor uw presentatie vandaag. Het was bijzonder verhelderend. De zaal heeft er heel veel aan gehad. En wij zullen ervoor zorg dragen dat deze presentatie verder de wereld ingaat. Dank u wel. Nogmaals een applaus voor Ivan Granoms vanavond. Dank u wel, directeur Limburg. Ook aan u, meneer Granoms, nogmaals bedankt voor uw bijdrage. Nou, hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze mooie avond. Zoals de directeur aangaf, u hoeft niet meteen weg te gaan. Laten we nog met elkaar nababbelen over deze belangrijke periode in Suriname. Er zullen dus ook exemplaren van de vorige lezingen beschikbaar zijn voor zij die dat willen inkijken. Dus uw vraag is dus wel beantwoord. En u kunt altijd nog een exemplaar van ons krijgen. Bedankt voor uw aanwezigheid en ook de kijkers die dus live hebben meegekeken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.